In deze video speel ik Reveal, een super gaaf horrorspel wat ik moest uploaden. Druk op het duimpje omhoog en geniet van deze extra lange video en de plotwendingen die dit spel allemaal te bieden heeft. Nieuw game, chat, eindelijk, we gaan beginnen. Eén in de chat als je zin in hebt. Oeh, waar zijn wij nou weer? Damn, was dit? Move with WASD. Kijk dit dan, joh. Gekke plek om in te beginnen, joh. House of Terror. Nou, dat is altijd leuk. Way. Ja. Wat is dat? Dit begint wel echt interessant, man. Daar gaan we. Eindelijk een game. Wat staat daar ook? Hallo, wie ben jij? Zo, gekke flashbang. Zo. Mogen de flashbangs trouwens uit, moderators, dankjewel. Wow, wat de heck gebeurt hier? Wat de f... Oeh! Gek spookhuis. Wat de f... Jong, wat is dit? Oké. Okay. Dit ziet er wel erg interessant uit. Oh! Was het een droom? Oh. Wow, what a strange dream. My head hurts. I need to get this headache under control. Oh, hebben dit is Walter. Wij zijn dus Walter Thompson. En we hebben dus een droom gehad of zo. Well, these usually help. I should take a couple. Yo, pillenpoppen! Woo! This should do it. This should do it. Sick. Kijk dan. Allemaal pilletjes. Wow! Wat is dit nou weer? Walter Thompson. Wij zijn dus iemand die heeft gewerkt bij een of ander circus. En dat is eigenlijk het hele verhaal dat we weten. Ik ben erg benieuwd. Well, maybe Martha and Dory are still up. Oh, Martha en Dory. Hebben wij misschien een vrouw en een kind of zo? Waar zijn wij? Het lijkt op ons huisje of zo. Kijk hoe schattig, man. Wat hebben we hier? We could find the time and money to travel. Oh. Sunny greetings from Tampa, Florida. Oké. Okay. Martha Thompson. Oh, dat is dus waarschijnlijk onze vrouw. Die heeft een brief naar ons gestuurd. Er liggen hier nog meer pillen. We zijn dus gekke pillenpoppen. Hints? Oh, we kunnen cheaten, gast. Kijk, dan weten we dat we hiermee kunnen in... This was part of the old music box. Oh, neem maar mee. En dan zit zeker die oude muziekdoos. Wow, gameplay. En dan kan ik hier... Yo! Dit is sick. Wat schattig, wat cute. Ah, what Martha and Dory shows. We don't have time for weddings. Oké. Een trouwerij waarvoor we uitgenodigd zijn. Oh, en een briefje. Er hangt hier een briefje, joh. Wat hebben we? Oh. Took care of all the circus stuff, which leaves me with the rest, as always. Martha, oké. Dus Martha, onze vrouw, heeft ook iets met het circus te maken. No to parents, ja. Yeah. Groceries, make dinner. Help Dory with her homework. Read new book for book club. Alsof je dit even één dag doet, boeien. Oké, moeten we al dit gaan doen of zo? Wat was de bedoeling? Hebben wij een goal of zoiets? Een goal wat we moeten fixen? Of mogen we gewoon weg hier? Nee, dat mag ook niet. Oké. Misschien moeten we toch maar die H gebruiken. Oh, hier hangt nog een briefje, gast. We moeten samen lezen. Ik wens dat we nog steeds de tijd hadden. Good story arc. My question for the book club next week. If you were making a movie of this book, who would you cast? Dat is wel een leuke vraag. Hebben we mensen die bij een boekenclub zitten? Ben ik erg benieuwd naar. Ik zelf lees wel, maar ik heb geen boekenclub of zo. Dat gaat me toch iets te ver. Wat is dit? I can't see a thing. What time is it? Ja, wat voor tijd is het? Waar zijn we ook? Is het wel mijn appartement? Yo, wat de heck is de bedoeling? Moet ik... Oh, hier ligt... Oh, there's the key. Why was it in here? Ik was echt een mogol. We hebben hier natuurlijk de... Oh, wow. Ik was helemaal vergeten dat ik die muziekdoos had aangezet. En nu kunnen we waarschijnlijk hier doorheen. I should look for Martha and Dory. Oh, dit was ons eigen hockey. Martha en Dory. Joehoe. Wat is dit voor enge... What was that? An earthquake? Waarom ziet dit er zo kaulo eng uit? Dagen zonder gesprekken.
Deze man heeft problemen hoor, ik zweer het. Kijk dan. De lamp is kapot. Een heel creepy schilderij. Yo, ik vind het niet echt een heel fijn ingericht huis. Waarom zit het daar in zo'n uithoek? Someone left a record player on. Oh. Wat de heck? Martha can never get enough of this track. Waarom klinkt het als Billie Eilish? Geen idee. We moeten die maar uitdoen en kijken wat we hier nog meer hebben liggen. We zijn dus op zoek naar onze vrouw en nou, ik denk zoon of dochter, maar ik weet ook niet wie dat zijn. Ik heb het idee dat wij... Martha. Oh, kijk. Dus onze dochter. Is dat paard misschien onze vrouw? Nee, grapje. Dit is denk ik onze vrouw en dat is onze dochter. Wat cute. Maar waar zijn ze? Ik heb het gevoel dat wij misschien zware problemen hebben of zo. I wonder if for once family night will actually happen. Ik denk dat wij erge problemen hebben. Well, maybe Dory's in her room. En dat wij daarom misschien hopen dat hier nog iemand is, maar er is eigenlijk gewoon niemand. Ik denk dat aan de orde van de dag is. Wow! One of the old arcades. Gekke motorauto, wat nice. Wat hebben we hier nog meer liggen? Een tekening. Oh, Daniel's 7th birthday. Wat cute. Maar boeien. Mr. Giraffe. She takes him everywhere. Hallo, ik wil tegen jullie zeggen dat jullie op mij moeten abonneren. Dankjewel. Wat hebben we nog meer? Lades. Oh, nog een briefje. Thompson Dory. Oké, van Martha. Dit is allemaal een soort van applied spell. Dit is homework. Boeien. Kijk of Dory er is. Dory! Ben jij hier? Oké. Dory, is dat you? Waarom is Dory hier niet? I think it's supposed to look creepy, but Dory and I love clowns. Wat is het voor eng ding, gast? Wat is het voor eng ding? Moet ik deze op... Oh my... Oh my god. Wat is dit? Waarom zit het in zijn reet? Oh nee, dat is zo'n spelletje. He's missing some teeth. Oh, we moeten... Oké, we moeten dus deze gaan maken. Dan moeten we het waarschijnlijk gaan spelen. We moeten tandjes zoeken. It's locked. I need to search for the key. Why did she lock this? Waarom zit dat zo heftig op... Like a map. Oh, wat een map. Daddy, solve the puzzle! Yo, we hebben een super insane slim kind dat een puzzel heeft gemaakt voor ons. Dat is interessant. Oké. I took it home from the circus. It's old, but I'm fond of it. Oh, kijk dit dan. Instant coin at top. Ik moet hier een coin in doen. Oké, we hebben dus een gekke puzzel. We moeten even dit gaan volgen. Waar beginnen wij? We moeten naar de olifant toe, lijkt het. De olifant. Ik vind het tot nu toe wel erg interessant. Oh, hier is de olifant. Heb jij iets voor mij, olifant? Of misschien deze wereldbol? Kijk, misschien is er iets. Nee, niks. Oké, dat is jammer. Hier ligt... Oh, een kistje. Hey! I think this coin was for the old machine. De coin hebben we! Woe! Oké, dat is nice. I wish he would take it more seriously, though. Oké, hier heeft ze helaas een F. Haar spelling is niet zo goed. Dory loves these, so I made one for her. Oh, nee. Where did she put her marbles again? Waarom is alles verstopt in deze kamer? Dit is echt bizar. Weet je, ik mag mijn kind erg graag, maar waarom verstopt ze alles? Waarom maakt ze een speurtocht voor mij? Laten we maar gewoon even hier die coin in gooien. Bam! Oké, wat doet dit? En nu? Pull the handle. Welke handle? Oh, kijk dit! Yo, wat is dit? Moeten wij zeggen welke knikker gaat winnen of zo? Hoe werkt dit? Moet ik nog ergens op drukken of is het gewoon... This should work. Oh, kijk. Ja! We hebben een marble. We hebben een groene marble. Dit was de bedoeling. En nu kunnen we deze oplossen. Dit is top. Dit is echt gewoon top. Ik ben zo'n goede puzzelaar. Moet je opletten. Oké, hier ben ik goed in. Ik ga dit... Ik doe dit ook met optimale concentratie. Dat is eigenlijk best wel triest. Maar dat maakt niet uit. Ah! Nee, kuts! Kutspel, echt waar. Hoeveel pogingen ga ik hiervoor nodig hebben jullie, denken jullie, chat? Meer of minder dan Outlast 2? 5? Wat hebben jullie nou weer voor weinig vertrouwen in mij, man? Kom op, kom op. Ja, Nee, nee, niet in de 10. Niet in de 10. Niet in de 10. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op! Ja. Fuck jullie allemaal. Bam! Hè? Met je 5 pogingen en je reet. A
bunch of plastic teeth. En we hebben de tanden voor dat spel gevonden, ja hoor. Boom, hier. Nu kunnen we hem zijn gebit teruggeven. Het is net mijn opa die zijn kunstgebit kwijt is. Hatseflats, nou dan gaan we. En nu moeten we dit gaan doen, oh nee. Oké, we gaan, hoeveel dingen zijn het? 1, 2, 3, 4, 6, 9. Chat, getal 1 tussen de 9. 1 tussen de 1 en 9. 5. Oké, die deed het. 5 was een goeie. 7. Echt waar. Moeten we hem nou opnieuw doen? Ik mag niks. That giraffe is a key. How clever. Dit was het? Wat triest was dit? We hebben... Ik wil dit verder Ik wil dit verder spelen. Okay. We hebben in ieder geval wel die sleutel voor dat boek. Waar lag dat boek ook alweer? Hier op bed. Hier kunnen we dan nu eens gaan lezen waarschijnlijk. Kijk. Wauw, dit is wel leuk gedaan. Hatschik idee. Dory, age 7. Oh ja, dit speelt zich voor mij af in de jaren 60. Dat moet ik ook even bijzeggen. Your first sketchbook. Kijk dit dan. Dit zijn wij. Waarom zie ik er zo naar uit trouwens? Maar goed, we hebben Dory. Cute. Dory gaat naar het circus van papa en mama. De de auto en de diertjes. Dit ziet eruit als ook echte kindertekeningen. Wat goed, man. Kijk dit dan. Ik weet niet wat hier gebeurt. Hier is Dory een beetje schizo aan het doen of zo. Oké, Dory begint helemaal schizo te worden hier. Kutzooi. We hebben hier een boze papa voor mij en boze mama. Oh mijn god. Het circus is helemaal naar de getver. En Dory die kan niet meer normaal nadenken. Dit is een schaar in de hand. Oh, fuck. Oké, en papa, dat ben ik, is opeens helemaal gek aan het worden. Oké, en wat is dit dan? Dit ziet er ook heel raar uit. Oké, papa is helemaal wild aan het worden. Wat was dat op het laatst? Ik zag er een of ander... Hè? What the fuck? What is going on? This has to be another dream. Oké, nou leuk. We zijn opeens een of andere hobbitwoning geworden. Wat gaaf. We're taking the hobbits to Isengard, guard. Oké, sorry. We gaan wel gewoon op pad. This can't be. This is right by the lake near the circus. Oh ja, circus. Dory? Is that you? Dory and I come out here all the time. Ik ben erg benieuwd naar het verhaal, want ik heb het idee dat wij zelf... Mommy, Daddy, I found a really, really big fly. Sweetie, that's called a dragonfly. Oh. Oh, be careful. They can breathe fire. Don't be silly, Walter. You'll scare her. What the f... Wel schattig. Hey! Ik hoor Dory, haar what are you doing out Yo, here? Dory, achter de boom! Dory, kom daar! Geen idee. Ik heb echt een beetje layers of fear feelings op dit moment. Het ziet er erg gaaf uit. Ik ben, zoals ik net al zei, heel erg benieuwd naar het verhaal. Wait for me. I'm not that oh, fast. Dory is daar weer. Maar we beginnen nu bij het circus te komen. Alleen ik denk dat wij gewoon last hebben van een of andere depressie of zo. Yeah, I prefer not knowing my future. Fortune teller. Nou, ik geloof niet echt in dat soort shit. Wat is dit dan? Oh, that's Agatha's card. She's good friends with Martha. Agatha. Oké. Wat leuk, man. Ik ben ook al heel lang niet in een circus geweest. Hey, daar hebben we alweer! Hoe kan ze toch steeds verdwijnen, man? Ik vind dat heel raar. Hoe ze steeds gewoon opeens... Poef! There's the train we use to travel. Verdwijnt. Nowadays, the circus just stays here. Oh, oké. Het verhaal is dus dat wij een vast circus zijn. Ja, circussen zijn ook niet meer echt van deze tijd. Al helemaal niet meer met dieren. Ik ben nog wel in een circus geweest waar ze leeuwen hadden. Dat is wel echt bizar lang geleden. Maar dat stond toen gewoon in mijn woonplaats, weet je. Nou, dat kan je nu echt niet meer bij. Dat bestaat bijna niet meer. Sowieso niet in een Nederland of zo. But at the same time, like yesterday. Ja. Hey, een knuffel. Wat is deze knuffel? Niks, oké. Nou, het circus. Nelson Bros Circus. Ja, hier gaat dus het verhaal omheen draaien, dacht ik. Hey! Ja, maar waarom doet zij zo? Wat kan ik hier trouwens? Always breaks down, no matter what I do. Oké. Waarom doet zij zo? Waarom is ze zo aan het we... Nee, wat is dit nou weer? I need a token to get into the funhouse. Where do I get it?
We hebben een token nodig. Oké, gaan we doen. Wat hebben we hier allemaal? We hebben hier een automaat staan. Enable fuse in backstage tent before guests arrive. Oké. Dat moet goed komen. We hebben dus nu weer een nieuwe puzzel. We moeten weer gaan puzzelen. Wat is dit? Oh! I think this should be enough for a few rounds. Coins! We hebben geld! We hebben doekoes! We zijn gewoon hier alles aan het jatten. I've changed hundreds of these over the years. Oh, en al die lampen natuurlijk. Dat is ook wel iets van deze tijd. Want ja, dit spel dat speelt zich dus af, zoals ik al zei, ergens in de jaren 60. I thought we were short on money. Oh my god. The Big Show main entrance. Oh! The world famous modern darted Martin Dory in a series of most difficult aerial feats. Oh, mijn vrouw en mijn dochter zijn dus acrobaten. Oh, wat interessant, gast. Dat vind ik wel erg leuk om te lezen. Hier hebben we trouwens ook een tentje. Oh, hier ligt ook iets. Wat ligt hier? I wonder if I still got it. Kan ik gooien? Nee? Out of order. Out of order. Oké, dat is ook kut. We gaan wel deze tent in. Joehoe! Waarom is hier ook niemand? Waarom ben ik hier helemaal alleen? Waarom is het zo verlaten? Oh, en ik ben misschien een beetje de man die... Sometimes Dory tries to catch up on some homework, but usually not for long. Huh. Why did somebody wrap this up? Waren wij een beetje een of andere maintenance gast? Is dat het verhaal? Doesn't seem to be powered. Nee, doesn't seem to be powered. Nee, inderdaad. Martha prepares here for the show. Waarom ligt hier voor de rest niks inter... Oh, hier kan ik wat mee. Doesn't seem to be powered. Oh! Well, let's see if we can turn the power on. Goed dat ik terugliep. Oké, wat moeten we doen? Remainder regarding recent events. Very unstable system. Follow instructions closely. No mistakes. Over voltage will blow a fuse. Turn on one fuse at a time. Wat is dit voor af... Wat? Eén moet als eerste aan en ik denk dat het een kwestie is van gewoon volgen. Dus één gaat naar vier, ja. Dus dan moeten we vier aan doen. Waar is vier? Hier. Oké, dat ging goed. En dan gaan we van vier gaan we naar zeven. Tot nu toe gaan we nog lekker. En dan van zeven gaan we naar twee. Oké, dit is eigenlijk heel makkelijk. Het lijkt heel bijzonder, maar ik weet niet... Ja, oké. En van twee gaan we naar vijf. Ja, en van vijf gaan we naar drie. Wauw! Waarom? I am Sohan. Hé, wie is dat? I can see your future. Oh. Come, see it too. Ik vind het best... I just need a token of appreciation. Ja hoor, mag van mij. Sohan is grateful for your appreciation. The great Sohan sees you have lost something. If yeah. You want to find it, you must search for it. No shit, Sherlock. A long drive over the hill will surely be of help. When you arrive, all doors will be open to you. Oh wow, that's really helpful, Zoe. Ja, echt, hier ga ik niet nog meer geld aan uitgeven. Let's see what the future has in store for me. Ja, Walter, laten we gaan kijken wat er gaat gebeuren met mijn vrouw en dochter. Nou, daar zijn we. Alles doet het opeens, dat is fijn. Dat betekent ook dat we dat ene spel kunnen spelen. De draaimolen doet het. We kunnen nu gewoon alle spelletjes gaan doen, gast. Ja, kunnen we dit nu ook doen? Oh nee, deze was out of order. Oh. Nou, oké, wat hebben we dan? Hebben we hier nog iets? Hier kunnen we ook iets doen, of niet? Hè? Oh, that ghost train really freaks me out. Oh, that scares the shit out of me. Oh, dit is het spookhuis. Interessant. Kunnen we hier ook op? I can't believe it works. Yo! Kunnen we misschien een kind lenen? Dat zou wel nice zijn. Daar heb ik ervaring mee. Nou, hier gaan we hier wel naartoe. Wat is deze? Ook out of order. Waarom is alles out of order? Pretty good at this one. Wat is dit voor trieste... Care of triest circus, man. Niks doet het. Doet dit ding het? Nou, niks doet het. Dit is echt gewoon wanhopig. Het enige dat het doet, is dit spel. Dus dit moeten we nu gaan doen. Dan moeten we eerst een token erin doen, trouwens. Token erin. Of hoe doe ik dat? Zo. Let's get this on. Dan gaan we. Oké, wat is de bedoeling? Oh, dit kan ik. Dit is easy game, easy life. Ja hoor. Hoe lang moet ik dit doen? Mooi man, dit is echt een geweldig spel. Oké, we moeten wel waarschijnlijk heel snel gaan reageren, maar ik kan dit. Gameplay. Zieke gameplay. Woe,
kijk ons hart gaan. Nee, wat doe ik? Oh jongen, ik zit hier te zweten, man. Zweethandjes alles. Outlast insane mode is er niks bij. Dit is echt insane. Ja! We hebben hem! De 1000 punten! Ik weet niet hoe lang we moeten doorgaan, maar oké. Is dit genoeg? Dit gaat steeds sneller, gast. Jongen, ik ga gewoon voor de max scoren. Oh. Dat is jammer. Ja, maar we hebben wel onze token. Woe! We kunnen naar binnen. We kunnen het funhouse in. Wat een automatisch systeem, joh. Kijk, rats. En nu kunnen we zeker hem open doen. Oh, ja. Wat ingenieus. Dit is wel echt gewoon een ingenieus systeem. Wie dit heeft verzonnen, is echt mogertje slim. Nou, daar gaan we. Ik ben erg benieuwd wat wij gaan tegenkomen. Ik ben ook benieuwd hoeveel horror we gaan... Oh, een laadscherm. Dat is behoorlijk horror, een laadscherm. Nee, ik ben erg benieuwd hoeveel horror dit spel gaat zijn. Hè? Want je hebt natuurlijk psychologische horror. Dat is ook altijd wel een beetje naar. Maar ik hou ook soms wel gewoon van een goed eng spel... wat ook gewoon niet alleen psychologisch is, maar ook gewoon creepy. Always drags me through here. Okay. I think she just really likes to scare me. Wat is dit? What the fuck, jongen? Wat is dit? Wat gebeurt hier? Waarom moet ik hier doorheen? Triest. Echt triest dat ik daarvan schrik. Waarom moet ik door dit spookhuis heen lopen? Tyfusspel, echt waar. Nul gesimmer in. Erg triest, erg triest. Nou, we lopen wel gewoon door. We maken er gewoon het leuks van. Ik ben niet echt een pussy van spookhuis. Ik ben niet echt een pussy voor van die funhouses en spookhuizen en zo, weet je. Dit kan ik ook gewoon prima aan. Dit kan ik prima aan. Hier, daar valt waarschijnlijk weer wat. Ja hoor, zie. Ik begin het nu wel een beetje te herkennen. Het patroon begint nu duidelijk te worden. Wat voor jumpscares er tussen zitten. Hier komt er zometeen weer een. Ik voel het aan alles. We rennen gewoon door. Ik ben nergens bang meer voor. Ik kan dit gewoon overleven. Er gaat niks gebeuren hier. We zijn op zoek naar onze dochter. Mocht je net in de stream binnen... Jezus. Dory, enough playing around. Dory is onze dochter, alleen het is een beetje raar gegaan. Want we waren eerst in de slaapkamer en toen opeens waren we in de buitenwereld. En nu zijn we hier. Dus ik heb het idee dat het of een nachtmerrie is... of dat wij gewoon hallucinaties hebben of zo... en dat we niet meer helemaal logisch kunnen nadenken... en dat we gewoon niet helemaal lekker gaan. Ik denk dat dat een beetje aan de orde is. Ja, dit is echt triest. Dit is echt triest. En nu worden we zeg maar een beetje gehallucineerd en zo... en komen we hierin terecht. Dit doet ook zoveel met je brein. Oh, Dory! Ik zag Dory rennen, onze dochter. Waarom doet Dory dit met ons? Ik vind het zo raar. Ik heb het idee dat er veel meer achter zit. En dat zal ook wel het geval zijn. Dat wij misschien gewoon heel depressief zijn of zo. Of dat we last hebben van een psychosis. Dat is meestal met dit soort spellen zo. En dat daardoor onze vrouw en dochter weg zijn. En alles wat we nu zien is niet echt. Hè? Dat is meestal het standaard verhaal bij een gemiddeld indie horrorspel. Maar die. Nou, dat was ik nog niet van plan, maar goed. Nee, maar meestal is... Dory, I'm serious, that's enough. Ja, inderdaad, dat is genoeg. Genoeg is genoeg. Nee, maar meestal is het wel zo dat dat een beetje het standaard verhaal is. Alleen moet ik wel zeggen, de voice acting is topnotch. De game ziet er topnotch uit. En ik ben gewoon wel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Dus hey, die kunnen ze in de zak steken. Nou, laten we eens kijken wat we hier verder hebben. Een of andere loopbrug. Het is wel een goed funhouse, want het is wel echt fun. Badoemtsch, kijk, hoe leuk. Where did she go? Ja, waar is ze naartoe aan het lopen, gast? Oh. Wait, where did I go? Yo, wat? Dit f***t met mijn brein. Dit is niet helemaal, helemaal goed. Wow, wat de heck? Mag ik niet doorlopen? Wat moet ik doen? Of moet ik het juiste perspectief vinden of zo? Alles staat zo raar uit per... Hey! Huh? Nu kunnen we hier naartoe. Dory, wat ben je aan het doen, meid? Wat is het allemaal? Yo, ik word hier wel een beetje helemaal wauza van. Holy damn. What the fuck? Yo, wat? Please wait, Dory. Dory, wat ben je aan het doen, meid? Ben je nu verstopt in dit een of andere gekke bos of zo? Ik heb geen idee wat het is. A train? A Dory's train. Waarom staat... Wasn't it... I don't remember putting a motor in you. Yo! Wat is dit? We volgen een treintje. Tjoek, tjoek. Kijk hoe hard die trein gaat, gast. Oh, hij stopt.
Wat? Fine, fine. Oh. I'll play along. Where are we going next? Ja, ik weet niet waarom we hier zo heel simpel mee omgaan. Het is namelijk een bizarre situatie dat wij ons hierin bevinden. Dat alles om ons heen beweegt, hè? Dus ik vind het wel bijzonder dat we hier gewoon zo heel, heel luchtig mee omgaan. Er is hier wel veel meer aan de hand, Walter. Hè? Ik weet niet wat er met jou aan de hand is, Walter White. Hè? Misschien is dat wel je echte naam. Misschien ben je wel geen Walter Thompson. Oké, dat denk ik. Oh, hé! Hey! Er is nu een deur gekomen. Yo! En wat zijn we nou dan? Wat de heck? Ik ben wel eens in zo'n funhouse geweest. Wait! Dory! Dory! This must be a new addition to the funhouse. Ja, ik zou net zeggen, ik ben dus wel eens in zo'n... Why does it seem so familiar? Weet ik niet. Ik ben dus wel eens in een funhouse geweest, maar die was niet zo groot, zeg maar. Dit is echt een gigantische funhouse. En we moeten met de lift. Nou, hashtag gezel. Woe! Leuk, man. Yo, wat is dit? Gaat de lift in de fik staan? Ik vind dit... Als dit in een funhouse zit, dan is het echt een heel lugubere funhouse. Oh mijn god. Dit vind ik... Dit is creepy. What the heck? Hij gaat hier voor me staan, of niet? Oké, rennen. Kijk, we zijn er. Ik vind het niet leuk. Ik krijg er wel kippenvel van. Jullie ook? Dit zijn al die pannenkoekdonaties die me achterna me aanzetten in mijn dromen. Wat hebben we in ieder geval hier? Een oneindig lange gang. Oh, ja hoor, doe dit maar weer. Ga maar weer leuk spelen met nou. Oh. Wat de heck? There once was a young man and woman who fell in love in a special place. Oké. Moet ik hier op deze deur? Gaan we misschien nu een verhaal krijgen of zo? The once were a man and a woman who fell in love in a special place. Oké. There once was a young man and woman who fell in love in a special place. Hè? Oh, wij moeten de juiste deur kiezen. Nou, het gaat over ons, dus ik denk het circus. We hebben sowieso... Sounds like Martha and me. Ja, dat zeg ik net. Dus het circus hebben jullie elkaar gevonden, toch? They married soon after and had a child together. Ja, één kind hebben ze. A healthy daughter who was their whole world. Ja. En dat is Dory. Dory is ons kindje. Dory. Waar ben jij? Where is this story going? Ik weet het Why niet. Why is it about our family? Ik ook lastig in te schatten, ja. Ja, wat gebeurt hier? Growing up, she happily followed in her mother's footsteps. Ja. However, their road was not without obstacles. Money was short. Time spent between the three even shorter. And so the road led to an inevitable end. Inevitable? Oh, ik denk dat wij gebroken zijn. Ja, dit is sowieso goed. What is that supposed to mean? This isn't true. I think. Nou, als je... I have to hurry and find Dory. Gast, als jij dit soort gedachten hebt, dan zal het wel toch waar zijn. What the fuck, ouwe. Deze man is echt delusional. Ik bedoel, dit kan ook niet normaal zijn. Dit is niet gezond. Ik ben echt benieuwd, gast. Ik ben wel een beetje hooked of zo. Ik ben wel een beetje hooked met wat hier gaat gebeuren. Want ik vind het erg interessant en indrukwekkend. Alleen, nu lopen we wel weer een of andere oneindig lange trap af. En dan gaat er waarschijnlijk weer niks gebeuren, hè. Zoals gewoonlijk. Ik denk dat we terug naar boven moeten. Ah! Goedenavond, Melvin. Ben net thuis van mijn korfbaltraining. Dat vind ik niet leuk. Echt waar. Waarom? Maar waarom? Waarom eerst die halve jumpscare van die deur en daarna die €6,66? Het is... God, deze deur die viel dicht. Oh mijn, wat is dit, ouwe? Oké, het was wel de bedoeling dat ik me ging omdraaien. Dat is positief. Yo, wat de heck? Ik kan supersnel rennen, gast. No. Wow.
Douw op, man. Wat is dit? Je moet echt niet een zwak hart hebben voor dit spel. En je moet ook zeker weten tegen het circus kunnen. Want dit is gewoon heel erg naar. Ik kan hier echt niet. Ik kan hier echt niet tegen. Dit gaat echt niet goed. Eens kijken. We lopen door. Wat hebben we hier? Oh, dit is een spiegelhuis. Oh nee, ik ben blij dat ik mezelf niet zie. Maar ik heb echt een nare ervaring met zo'n huis. Ik dacht ooit een keer de uitgang te zien. En toen ben ik keihard tegen zo'n raam aangerend. En toen kwam ik er huilend uit. Dat is misschien wel leuk om te vertellen. We gaan ook niet rennen. Ik heb slechte ervaring met rennen in zo'n ding. Ja, dat heb ik net verteld. Dus we gaan nu gewoon op gevoel een beetje lopen. Kijken of we hieruit kunnen komen. Zulke dingen zijn nooit leuk om uit te moeten komen. Oh, dit is ook echt gewoon... Oh, kunnen we hier langs? Oh, ik ga wel rennen. Het kan mij wat bommen. Ik ben niet een klein kind meer, weet je. Ik kan nu goed het verschil zien tussen een raam en tussen niet een raam. Oh, maar ik krijg er echt flashbacks van naar mijn jeugd. Dit is echt kut. Of naar mijn jeugd, toen ik nog een kind was, moet ik eigenlijk zeggen. Keihard tegen zo'n raam oplopen, ongelooflijk. Hier kom ik trouwens vandaan. Dat herken ik dan wel weer. En dan hier langs. Hey! Tom, please stop running away. Dory. What the fuck? Waar ben je nou weer naartoe gegaan dan? Dory. Oké, nu is dit wel echt een hele enge plek om te zijn. Als Dory al dat soort dingen gaat doen... Hier word ik niet vrolijk van. Hey! Nee, niet. Wat? Wat gebeurt... Nee. We zitten in een rondje vast. Dit is niet goed. Wat moet ik doen? Oh, daar is ze. We moeten achteraan rennen. Mijn dochter is met mij aan het f***en. Dochtertje, waar ben jij? Dit gaat helemaal fout. Ik denk echt dat we in een psychose zitten. Dit is niet goed. Als jij rood begint te kijken, is dat een slecht teken. Oh. Oké, gezellig. We zijn er wel uit. Mag ik een W in de chat? Woe, we hebben het overleefd. Laten we eens even kijken wat we hier hebben. Een deur. Kunnen we hier langs? Oh. Oh, het speelt met je perspectief. Moet je... Wat zijn dat voor... Oh, ze volgen mij. Oh, ik vind dat heel naar... Oh, ik krijg daar kippenvel van. Ik weet niet eens waarom. Maar ik vind het gewoon heel naar hoe dat dan beweegt. Wat is dit ook allemaal? Ik vind het een erg interessant spel tot nu toe. Ook erg gaaf gemaakt. Ik weet alleen nog niet helemaal het verhaal. Hè? Het is echt heel vaag. Maar goed, hè? We genieten er wel van met z'n allen. Of ja, wat je maar genieten noemt, hè? Het is gewoon een beetje... grappig. Melvin die schrikt en ik vind het verhaal gewoon interessant, ja. Wat hebben we hier nou weer dan? Ik weet het echt niet. Dit zijn echt van die Layers of Fear kamers. Can we go to the lake today? Yo, wat? Please? I already did all my homework, I swear. Oké, Dory. We gaan naar het meer toe of zo? Is dat het verhaal? We gaan met z'n allen naar het meer toe! Dat is wel leuk! wat? Oh, kijk, we kunnen hier omhoog. Oh. Dat is jammer. Nou, dan moeten we maar doorlopen. Please, is hier iets? Hallo? Oh, het wordt alleen maar donkerder. Ik verwacht echt weer een jumpscare of zo. Wat is het ook voor... Daddy, did you see how high up I was? I was flying like a superhero. Ik begrijp hier echt niks van. Er is namelijk een of ander verhaal nu met Dory dat ze heel hoog was of zo. Misschien is er iets met Dory gebeurd? Terwijl... Ik weet het niet. Laten we verder lopen. Ik heb het idee... Het begint er ook steeds meer naar te hinten dat er misschien wel een ongeluk is gebeurd met zowel mijn vrouw als dochter in het circus. Want we zijn erachter gekomen dat zij dus acrobaten waren. En acrobatiek is wel een erg gevaarlijke sport. Helemaal als je gewoon op grote hoogte werkt. Sorry, Dad. I need to go practice with Mom. I will see you tonight. Yeah, see? I will see you tonight. En misschien is dat wel het laatste dat hij van zijn dochtertje heeft gehoord. En zag hij haar niet meer terug in die avond, omdat er een ongeluk is gebeurd. Is dat het? Yo, wat? Hallo?
Hey! No! Whoa! No! The great Sohan sees you did not find what you seek. What the heck? You will never find it, for this is not your future. But if it is not your future you seek, maybe the path before you can lead you to your past. Will you follow, even if it means certain doom for you? Again, go and seek the truth. Oh, I must be dreaming. I don't understand any of this. What the fuck? Wat is dit, gast? Oh, nu is ook al het licht uit. Oh, we kunnen wel lopen. Oh, oké, hier is gelukkig een lampje. Ik schrok al. Ik dacht even dat we het donkere gebied... Oh, wat? Wat gebeurt hier ook? Please, let me wake up. Dankjewel voor het vellen. Het enige wat ik een beetje heb, is dat het allemaal heel random aanvoelt. Want ik zeg random, moet je dit zien, gast? Wat is dit? Snap je wat ik bedoel met random? Vliegende wc-rollen? Ja, natuurlijk begrijp je dan wat ik bedoel met random. Hier. Vliegende vuilniszakken, alles vliegt hier. De keukenrol, de kandelaar, kristal, kandelaars, alles. What the heck? Telefoons die overgaan. Gekke ogen op de tv's. Nou joh, ik heb geen idee wat ze op hadden toen ze dit spel hadden gemaakt, maar oké. Je gaat niet zeggen dat we nu weer wakker worden in bed. De wat? Hier begon het spel. I need to get something for these headaches. What a fucked up dream. Where are my meds? I usually keep them here next to the bed. I better find them quickly before this headache gets even worse. Ja, het was allemaal een droom. Was het allemaal een droom? Wasn't I searching for Dory? No, I was just dreaming. A bunch of empty pill packets. But these aren't mine. Als het een droom was, ga ik wel weer echt gek worden. Ik hoop niet dat het een droom was. Moeten we nou... Why do I feel like the key is in here? Where is this figure again? Hé, maar dit hebben we allemaal al meegemaakt. Alleen de figurine is van, hey. Why did we keep these in particular? The Nelson Bros Circus. 50 cents, okay. Een collectible. Maar wat hebben we nou nog meer nodig? We hebben nu iets in de kast. Nee. En hier ergens iets in een Moving boxes. But why are we packing? Hij begrijpt er zelf ook niks meer van. Gast is net zo in de waar als dat ik dat ben. Ja. Hey, Walter, ik begrijp er ook niks meer van. Hey, hier is de figurine. Dankjewel. Maar ik begrijp er zelf ook niks meer van, gozer. Hier, we gaan in ieder geval wel deze weer even aanzetten. Hartstikke idee. En dan draaien we weer aan. En dan komt het sleuteltje komt hier mooi uitspringen. Oh, hij is al open. Dankjewel, sleutel. I knew it. Ja, omdat je dit al een keer eerder hebt meegemaakt, pik. Oh, what time is it? Oh, I should check on Martha and Dory. Hé? Maar gaat dit een soort van PT horror game worden? Want daar zit ik niet op te wachten. Maar dan is het een PT horror game met een hele lange hal. Kijk dan, want dit hebben we allemaal gezien. Martha's music's not playing here. Oh, de muziek is nu wel uit. Oh, dat is anders. Er zijn bepaalde dingetjes anders. Dit schilderij is gevallen. Ik weet niet of dat eerst ook zo was, maar... Dory's probably sleeping, but I should still check on her. Martha's probably upstairs painting. Martha, hallo? Ben jij hier ergens, Martha? What is going on? Is this in Martha's room? What happened to our bathroom? This can't be real. Ugh. God, disgusting. Godverdomme. Everything here looks filthy. Ugh, I think I see my pills floating in there. Okay. Well, I guess it can't hurt to still take them. Ik wist dat dat ging gebeuren. Ik wist dat daar iets uit ging komen. Oh, jongen, wat de heck? Waarom is het zo creepy? Het is echt heel creepy. Er zit opeens een kind... Gadverdamme ook. Waarom ligt hij zoveel bloed, ouwe? Nou, we hebben in ieder geval wel onze pillen. Ik weet nog niet of dat een W is of niet op dit moment. Helemaal kijkende naar de toestand en de... En al... Is ook veranderd. Ik heb echt het idee dat...
Ja, dat zeg ik net. Oh, bloed langs de muur. Ja, dat is ook een probleem. Dat is niet goed, teken. Martha, are you in here? Oh, one of her tarot cards. The fool. Did she leave it here for me to find? The fool. What the heck? Wat is dit voor gek atelier? Damn, dit is wel echt zo'n typisch atelier, ja. Is that an actual eye? It's watching me. What? Oh, what is this? Where is this? Eh? I have this strange feeling that something's missing here. Ja, dat gevoel heb ik ook. Er staan daar drie lege schoteltjes. Moeten wij drie objecten vinden of zo? Were the colors in this house. Het ziet er wel kleurrijk uit hier. Ik ben ook blij dat er een beetje wat licht hier in de brouwerij is. Dat is ook altijd wel fijn. Al die donkere horrorspellen, dat is ook altijd wel echt gewoon standaard en saai. Maar wat moeten we hier vinden? We moeten wat vinden. Oh, hier is iets. Dory's not allowed to be in here alone because of all the chemicals that come with Martha's hobby. Oh, oké. Dat is wel logisch, hè, natuurlijk. Anders gaat je kind misschien verf eten of zo, of paint. This gets weirder and weirder. Am I supposed to go through the looking glass? What the f***? Dit is een alternatief universum, Martha? Joh. She's blindfolded. Oh god. Je gaat... Nee. Dit ga je niet menen, toch? Is dit serieus? Het is opeens eng. Hier ligt iets. Brush is weird. Pak het. Take. We hebben een brush. Oh, we moeten niet geluid maken. Kijk ook hoe het loopt. We hebben één ding gevonden. Ik denk dat dit ook voldoende is. Zal ik gewoon sprintje trekken en terugrennen? Oké, dit gaat goed. We hebben gewoon wat we nodig hebben. Of moet ik nog die kaart... Nee, boeien. We gaan terugrennen. Ik ga dit gewoon halen. Kijk. Ik weet niet wat het was, maar dat was wel een beetje creepy. Kijk, want waarschijnlijk kunnen we dat hier neerleggen. I guess this feels like... Ja. Kijk! How many times, Walter? Don't disturb me when I'm painting. We'll talk later. Yeah, when she was painting, she was in her own world. It was hard to get through to her. Well, something happened. I probably need more than that. Nu moeten we zeker nog twee... Oh, en nu kunnen we de andere locatie zien. Kijk. Ja, oké. We gaan gewoon wel die hele kamer doorzoeken naar... Nog twee dingen. Komt goed. Oké, Martha loopt daar naartoe. Dus wij gaan nu hier naar links. Wij moeten hier naartoe, want hier ligt voor mij dat tweede ding. Alleen dan moet ik wel hopen dat ze niet hier naartoe komt. Oké. Wat de heck, een oor? Waar is ze trouwens? Oh, ze loopt helemaal daar. Oké, we leggen gewoon het oor nu terug. Kan ik sprintje trekken? Ik kan sprintje trekken. Kijk, dit is echt top. Ze is gewoon echt kaulo doof, ouwe. Bam! Het oortje gaan we neerleggen. Ja hoor! Wat de heck? Not now, Walter. We need to get ready for the show. Let's not do this in front of her. Yeah, what did I want to talk to her about? Ja, dat weet ik ook niet. Laten we in ieder geval de laatste interactie met het oog. Oh. Ah, the room changed again. I should find the last one. Top. Waar ligt het laatste ding? Laten we eens kijken. Op een krukje. Op een krukje in die andere kamer moeten wij het laatste ding gaan zoeken. Komt goed. Waarom is deze kamer steeds aan het veranderen? Oh, waar is het trouwens? Waar loopt Martha? Martha, waar ben jij? Oh, daar loopt ze. Maar we mogen ook niet meer naar links. We moeten helemaal nu hier langs, joh. Is het veilig? Of ga ik nu zometeen hoeren haar dood, hoor? Oh, het ligt ook in het midden van deze kamer. Loop maar door. Hier. Martha's tarot deck. Ja. Calm down, Walter. It was just a dream. Or was it? I don't know anymore. Hij weet niet eens meer of het nog een droom is en ik ben dood gegaan. Nee, ouwe. Moeten we nu helemaal opnieuw?
Well, these usually help. I should take a couple. We gaan weer gelijk pillen poppen. Wat is dit, gast? We gaan dood en gast neemt gelijk pillen. Nou, nice. Moeten we nu helemaal terug of zo? Maybe Dorian Martha is still up? Why do I feel like the key is in here? Waarom begint het allemaal opnieuw? Ik had echt verwacht dat we een save game gingen hebben, maar het begint helemaal opnieuw. Dit is raar. Oké, we hebben de tarotkaarten en nu heeft Martha mij niet gehoord of gezien of gepakt. Dit is goed. We gaan nu naar boven toe. We gaan dit nu fixen. We gaan nu er een eind aan maken. Doei, Martha! Woe! Rennen! Oké, nice. Nu moeten wij hier het laatste stukje oor, of wat dat ook maar was, het laatste stukje mens, moeten we hier bij het oog neerleggen. Wel benieuwd wat dit gaat doen. Bam! We leggen het laatste ding neer. Er is geen discussie. Dory will keep performing with me. Can't you see this is her future? You will not change that. I think we argued about Dory's future in the circus, but Martha wouldn't listen to me at all. Oh, it's helpless. What was that? Waarom klinkt het als The Grudge? Dat klonk als The Grudge en dat vind ik heel naar. Weet je dat geluid? Oké, nee, dat vind ik eng. Het verhaal is dus voor mij als volgt dat we ruzie hebben gekregen over onze dochter. Omdat Martha dus acrobaat is en die wilde graag dat Dory mee ging werken in het ziekenhuis. Of in het circus. Maar wij wilden dat niet. Maar wat is dan nu de bedoeling? Hebben we nu dit gefixt? Kunnen we nu weer terug? Hebben wij het overleefd hier? Is hier... What the f... Wow! Huh? Was dat de bedoeling? Niet weer. Zijn we weer. We moeten weer pillen poppen zeker tegen deze headache. Tegen alles wat met ons gebeurt. Ja, weet ik ook niet. Is this crazy dream finally over? Waarschijnlijk nog niet, Walter. Het is echt gekke werk allemaal. Eens kijken. We moeten weer waarschijnlijk pillen vinden. En dan moeten we ook deze weer gaan... Hey, hij is al gefixt. Yo, dat is handig. Oh, the figure's already placed in there. Ja. Easy. Boom. Kijk. Sleuteltje komt naar voren. I knew it, ja. Omdat je dit al 40 keer hebt meegemaakt, gast. Walter is een beetje dom. Same thing happened again. Ja. Am I still dreaming? I need to figure this out. What was up with that dream? Weet ik niet, maar... What happened between me and Martha? Aren't we supposed to be happy? Ik weet het niet, gast. Why did she look like that? We zijn helemaal gek aan het worden. Oh, nu doet die het ook weer. Up the well we will go. Gekke banger dit wel trouwens, maar goed. Nou, die banger laten we wel even opstaan terwijl we hier verder gaan. We moeten misschien nu weer een andere kamer. Ja, zie? Hold on, where's Martha's room? Ja, het is opeens... The house doesn't make sense to me anymore. Nee, het is sowieso echt een... What the fuck is wrong with my head? Hey, pardon, wil je niet schelden in mijn stream? Hallo? Nee, what the fuck is er aan de hand? Een plant. Scratch marks? Wat is dit nou dan? Oh, this is not where the kitchen should be. Is dit onze woonkamer of... That's strange. Martha doesn't like takeout. Especially not pizza. Hoe kan je niet van pizza houden? Jongen, het ligt niet aan mij, het ligt aan Martha. Wat? Hoe kan je niet van pizza houden? Martha is echt idioot. Ja hoor, wat is... Hey, een sleutel. Of ligt daar nou een sleuteltje? No food in the fridge. Yo. But there's something else. Garage key, oh, nice. Garage key. Who put that in here? We hebben de garagesleutel. Toppie. Ik weet niet waar onze garage is in dit gigantisch gekke huis. Maar als hier de garage zit, dan weet ik het ook niet meer. Wat? This wonderful world, mysteries of nature. My workshop. What is it doing up here? Het ziet er wel gaaf uit met al die UV-lampen en zo. Oh, gaat dit een puzzel zijn? Ik zie overal van die items op staan. Dit gaat toch geen puzzel? Oh what? Nee. We use this for all kinds of stage props. It's mine, but I can't remember the combination. Nee, dat wordt Sometimes een I take puzzel waarschijnlijk. Staat hier het antwoord in? Oh, what is that supposed to be? Oh mijn god, wat is dit? It looks like a cipher. Martha told me about these Cistercians numbers the other day. Strange symbols on the right page. Yo, maar hey, wat? Ik weet niet of jullie het horen, maar ik ben hoerenhard aan het nadenken. Wat?
Yo, ik kan even niet logisch nadenken. Oh, ik kan de zaag pakken. Nice. Oké, wat ik denk is dat wij met dit een combinatie moeten maken wat hier dan in past, zeg maar. Dus dan heb je een 1, hè. Dat is die ze omdraaien. Dan heb je een 2, dus dan heb je 3 bij elkaar. En dan deze 4 kan je dan omdraaien dat die daar staat. Dus dan heb jij 4, 2, 1, dat is 7. Dus dan is dit een 7, ja. Ik weet niet of jullie mij volgen, maar dat is wat ik denk. Of worden het codes of zoiets, dat kan ook. Ah! Oh mijn fucking god. Tering, echt. Ik heb het idee dat deze puzzel heel makkelijk is als je hem ziet. Maar ik zie het niet. Ik voel me echt knijterdom. Er staat hier trouwens wel een pop. Moeten we daar wat mee doen? Staat hij hier ergens tussen of zo? Hebben wij die pop hier ergens in deze... Een mannequin. Oh. Legs are left. Hè? Maybe the rest is still in here somewhere. Of moeten we die gaan maken? Zit dat hierin of zo? Hier zit sowieso die romp in van die mannequin. Want ik heb nergens anders een onderdeel. I got this at the circus with Dory after I had to repair one. She just really likes the funhouse. Oké, we hebben wel opeens een ding gevonden. Ik snap echt niks van deze puzzel. Ik voel me echt mokerdom. Hier ligt iets. There's a laser pointer attached to the hand. Oh my god. Ik moet wel die mannequin zeker fixen. Er gaan hier waarschijnlijk gewoon wel onderdelen liggen voor die mannequin. En daarna kunnen we waarschijnlijk gewoon hem aanzetten. En dan gaat hij waarschijnlijk richten. Die mannequin hebben we nodig. Die mannequin hebben wij nodig. Ja, zie. Wauw. Wauw. Nu moet alleen nog een hand vinden. Oké, hand. Jongen. Ik doe veel te moeilijk. Ik zei toch dat het echt heel makkelijk zou zijn? Ik zweer als we straks die mannequin hebben staan dat ik het zo heb opgelost. Hé, hier ligt de arm. We hebben de arm. Oh, there's the arm. Ja. Dus die doen we daarop en dan daar die laser point. Wow! It moved on its own. And it's pointing somewhere. What the fuck? Oh, what? Oh mijn god, wacht. Dit is de... Oh, wauw. Dus 1 is... Oké. We komen ergens. 1 is... Ja. Yeah. Ik heb het idee dat we 3 combinaties moeten... Oh, wacht eens even. Dit is een combinatie van 3. Dit is een combinatie van 3. En dit is een combinatie van 3. Ik snap hem. Ik ben een genie. Ja, ik snap hem. Oké, dit gaat helemaal goed komen. Ja, oké. Komt die korte uitleg. Je moet, zeg maar, een combinatie maken van eentje hieruit, eentje hieruit en eentje hieruit om dit patroontje, figuurtje te creëren. En die 3 getallen moet je invullen op die mannequin. Dus je hebt, zeg maar, hier past, 2 past erin, dat is die hier. Dan moet je die nog vullen en die vullen. Dus ga hier even kijken van wat past daar. Hé, die 4 past daar, die vul je dat, hè. En dan 1, dus dan heb je 2, 4, 1 en dan creëer je deze. En dan heb je de code voor op die mannequin. Ik ga het gewoon oplossen, let op. Ik heb ze allemaal opgeschreven, we gaan dus hier invullen. 2, 4 en een 1. Zo, like this. Ja. En dan wijst hij op een. Wat is het? Het is een. Wat heb jij? Oh, kijk je! Nou, top! Maybe this is one symbol for the lock? Ja, jongen, Walter. Ik heb het al lang opgelost, jij pikkentrekker. Kom nou, jongen. 4, 1 en een 4. So, like this? Ja. Oh, kijk, dat is die. Top. En de laatste gaan we even invullen. 2, 3 en een 5. Ja, gast. Wat is de laatste? Dat is een... Ik zie het niet eens, hè? Oh! Nou, top. Niet ik die hier ongeveer een eeuw over heeft gedaan om het op te lossen. Maar eindelijk kunnen we verder. Jezus Christus. Nou, de gekke halve paddenstoel. De ruit met het streepje. Ah, got it. En die... Let's see what's inside. Jezus, mag ik een klep in de chat? Ik ben echt helemaal gek. Maar we hebben, wat zit erin? Het is een... Oh, this is a prop I took home a few years ago. Een zwaard. I modified it with a secret compartment in the hilt. Sometimes I use it for stuff that Martha shouldn't find. Did I leave something in there? Let's take it apart on the table. We hebben een zwaard gevonden waar misschien iets in zit. Dit is waar we alle moeite voor hebben gedaan. Ik huil. I just need to twist the hilt and it should come off. Oh, whoa! There's something inside. Secrets! Contract, inventory,
Thompson. Is dit? Circus. 7 years. And there was at least 40 hours weekly. Dit gaat over Dory. Risk and responsibility for her own safety. En dit heb ik getekend. Why don't I remember this? And how the heck is my signature on it? I would never have signed something like this. Martha, I can't believe she would go this far. This is gonna ruin the rest of Dory's childhood. Okay, even lang vooral kort. Dit is een contract voor Dory Thompson, onze dochter. Die is dus jonger dan 16 en wij moeten als ouders tekenen dat zij 40 uur per week mag werken in dat ziek... waarom zeg ik dit ziekenhuis? In dat circus, dat alles wat misgaat, dat het voor ons dan aansprakelijk gesteld wordt. Het is echt bizar. Hoe hebben wij dit getekend? Oh, what the hell? What the heck? Een trein? Hoezo zitten we nou opeens op een trein dan? Dit spel is echt heel raar. Maar gezellig, we zitten op een treintje. Tjoek tjoek, wat hebben we hier? Hallo, paard. Waar loop ik ook naartoe, joh? Oh. Oh, daar zijn we. Ik zie hier ook gelijk weer die mannequin staan, maar dat doet niks. Damn. Oh mijn god, joh. Kijk dit dan. Wow, what the heck? Sick. Nou, laten we maar eens kijken wat hier voor de rest in deze coupé te vinden is. Yeah, I know that smell. I know that smell. What? Sometimes I helped out with the feeding schedule. Emma loved apples. Wat voor dier zit hierin dan? Het is hier zo donker dat ik het niet eens... It's just Emma, our oldest elephant. Oh, a very sweet animal, but the circus was not the right place for her. Oh, wat is dit nou weer voor zielig iets? Wat de heck? Ook in zo'n trein. Besef even dat dit vroeger echt zo ging, hè? Nu mag dit allemaal tegenwoordig niet meer. Maar vroeger was dit echt gewoon een ding, weet je. Dat is echt gewoon bizar. Dan kan je zelfs een dierentuin nog bijna goed praten. Dat is echt bizar, deze omstandigheden. Hallo trouwens. Weer zo'n mannequin. We gaan gewoon door. Emma, hey, goede reis nog, Emma. Ik denk aan jou. Ik ga jou bevrijden als het kan. Doei. Laten we doorlopen. We hebben nu de... Oh. De sleeping departments. Liggen hier ook mensen? Er ligt hier gewoon niemand. Rodri the clown and our magician. Oh, what was his name? Oh, I never really liked magicians. They always mess with your head. Oh, kijk dit, joh. Kijk wat hier allemaal te vinden is, gast. Je kan zoveel opentrekken en zo. Hier. Who was sleeping here again? Ik zou het niet weten. Het ziet er wel erg indrukwekkend uit. Iemand met pet paarden, denk ik, of zo. En dan hebben we hier een wat donkerder hok. Oh mijn god, dat is creepy. Hey Lana, what are you doing? Will you participating in a spitting contest? Oh, can I watch? Sure. Fred. Ik wil de rest lezen. Wat is dat? Oké. Oh. Oh, dit is inderdaad onze compartiment. Kijk, met een make-up doosje van Dory. Cute. Laten we doorlopen. Dan heb je hier nog... Hey, oh, ik dacht even dat er iemand stond, maar dat is gewoon weer een mannequin. Well, the circus started losing people a long time ago. Yeah. That's why the train ultimately wasn't worth it anymore and the circus settled down. And we bought a house that we couldn't afford. That was our lounge. Hanging out here made the long journeys a little more bearable. We mostly had canned food stock. Gadverdamme. Sometimes Rodri cooked. Is hij van smerig iets? Gekke radio die aanstaat. This just needed a little knock right here. And there it goes. Oh, wat? Gekke jaren 60 beats. Oké, top. Leuk. Nee, we moeten verder. We moeten verder met episode 2. Wat hebben we nog meer in deze trein liggen? Oké, schematics of zo. En allemaal van die mooie plek. Oh! It was a real pain to play when the ride was bumpy. Ja, no shit. I installed a metal plate and little magnets for the pieces. Dat is heel slim. Ik zou ook wel eens beter willen worden in schaken. Thinking back, the time here wasn't all bad. Shame that the circus is no more. Kijk! What am I saying? I still work here. Martha and Dory still have their shows. You just don't travel around anymore, right? Why is my memory so fuzzy? Omdat je gek bent.
is my workshop again. Deze vent is helemaal hausa wausa, jongen. Dit klopt niet. Hij zegt nu zelf dat het hele circus is opgedoekt. What the fuck is this? Oh, I need to get away. What the fuck? What the fuck? Ik vind het heel naar. Zit het nog achter me aan? Hé, hey, die olifant is losgebroken. Emma is weg. Shoutout Emma. Oké. Rennen. Oh mijn god, ik vind het echt heel naar. Ja. Oh mijn god. Oh mijn god, oké. Ren. Ik vind het echt creepy. Ik word hier echt niet vrolijk van. Ik weet niet waarom, maar dit vind ik... Normaal. Oké, hier. We gaan hier. Oh shit, no lever. Huh? I needed to decouple the wagon. Oh. We moeten ook nog die lever gaan vinden, dit meen je. Oh god. Is die nu veilig dan? Waar is die lever? We hebben een lever nodig. Gaat dat hier ergens liggen? Lever, waar ben jij? Oh, ik voel me gestrest. Ik heb heel veel stress. Ik heb echt heel veel stress. Waar is de lever? Komt die? Ah, ik haat dit. Ik haat dit echt. Ik vind het echt niet leuk. Oeh, heb jij een lever van mij? Ja. Ja. Oké, ren. Gewoon niet kijken. Die mannequins het achter je aan, maar dat hoort er helemaal bij. Kom op, open dan! Boom! Fuck, ouwe. Godverdomme. Even bijkomen. Nou, top. Maar we gaan wel gewoon hier naartoe. Oké, wat dan? How do I get off this train? Ja, ik wil inderdaad... Can I even leave, or am I trapped in this nightmare? Hij zegt nu wel zelf dat het ook een nachtmerrie is. Deze man haalt alles door elkaar. De realiteit... There's nothing more to say, Walter. I've made myself clear. Zie, soms... What's wrong with my head? Soms heeft hij ook flashbacks naar het verleden of zo, deze Oh, wat? Hallo, wat is dit? Waarom zit er op een of ander groen kleed omheen? I don't care what you think. You can leave. We don't need you. She doesn't need you. Where do these cruel flashbacks come from? Ja, ik weet het. I just don't know anymore. Ik heb het gevoel dat wij gestopt zijn met medicatie. En dat we terug zijn geraakt in een of andere depressie. En dat we daarbij ook weer waanbeelden krijgen en een soort van psychoses. Dat is een beetje voor mij wat hier aan de hand is. En dat we dus hier nu in vastzitten. Omdat wij gewoon niet willen toegeven aan het verleden. Zie. Oh, I need to get away from this. My god. I have to save Dory from her. Ja, wij willen dus Dory redden van onze vrouw. Alleen onze vrouw die is manipulatief en dat is niet goed. Dit is echt niet goed. Dit gaat helemaal fout. Kijk ook hoe schuin het nu allemaal loopt. Wat is dit? Hè, deze hele trein is helemaal gek aan het doen. Ik dacht even dat ik daar wat zag. We zijn helemaal gek aan het worden, joh. Dit klopt niet meer. Kijk dan, joh. Is de trein aan het vliegen? Is het opeens een soort van Harry Potter geworden of zo? Oh mijn god, hè? Ik raak hier echt van in de war. Ik ben in ieder geval wel blij dat die mannequin niet meer achter me aan zit. Allemachtig, ouwe. Ik ben daar echt niet voor gemaakt. Dat soort achtervolgingen zijn echt voor mij gewoon ba. Nou, oké. Wat? Ik zit wel heel leuk te praten, maar dit wordt wel echt met een minuut gekker. Kijk dit dan, ouwe. Wat gebeurt hier? Waar lopen we ook overheen, joh? Wat is dit? Kunnen we hier iets doen? Hallo. Ik ga gewoon rennen. Oh, de engine room. Oh, kijk. It's dead and cold. Whoa, what's going on? It sounds like it's gonna explode any minute. What? Or maybe I can let off the pressure somehow. What? Wat lul jij nou weer? Oh, that seemed to work. Okay, we moeten allemaal dingen gaan draaien. Oh fuck, ik ga dood. Oké, ik ga denk ik hoera dood. Ik weet niet hoeveel van deze dingen ik aan moet draaien, maar... I need to hurry, ja dat begrijp ik, gast. Dit is een soort van Chernobyl. Ouwe, waar nog meer? Welke hendel? Die ook. Hoeveel? Uh-oh. Ben ik dood?
ben dood. Waar de heck ben ik? Waarom zijn we nou weer in deze wereld terechtgekomen? Kijk dan, we zijn hier weer. In deze limbo of zo. In deze plek tussen de leven en dood. Hier komen we steeds terecht als we voor mij doodgaan. En dan wordt er weer gebeld. En dan worden we weer wakker. Dat is net ook gebeurd. Kijk hoe gaar dit is, ouwe. Dit is wel zo'n plek waar opeens dan Dory of Martha staat in je nachtmerrie, weet je. Open. Oh, nou, dan gaan we hier naartoe. Dit is open. Kijk, 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 kijk. Hier is iets. Een tv. Waar we niks mee kunnen. Een spelcomputer. Een automaat. Met sigaretten. Zwak. Oh, hier is ook iets. Moet ik hier naartoe? Nee, we gaan... Ik volg wel gewoon deze route. Ik heb geen idee. Hier. Fietsen verdwijnt op... Wat, jongen, waar ben ik ooit? Waar ben ik ooit? Oh, hier is die telefooncel. Kijk, dat zei ik toch? Worden we weer gebeld? Behind you? Oh, ik krijg koppijn van dit spel. Ik heb het idee dat we... What the f***? Ik heb echt het idee dat we dood zijn gegaan, maar toch ook niet ofzo. Regen. We worden wakker of zoiets. What happened to the train? Waarom zijn we hier? Where am I now? Ik heb geen idee waar we zijn. This is the circus. Hey. Martha's rehearsing tonight. Hey. Yes, I remember now. I need to get there. Ugh, I've got a bad feeling in here. Ah, here is Zohan again. Oh, Zohan. I wonder what he sees in my future. Ja, Zohan, zeg het eens. This is what the great Zohan sees in your future. Tonight, the stars align. Oh god, de gast zegt ook alleen maar hetzelfde. Something came out of the machine. Heb ik hier nou geld aan uitgegeven? Wat een zwak iets. Laten we maar naar het circus gaan. Want daar is dus nu blijkbaar een of andere oefenoptreden van Martha. En waarschijnlijk dan ook van Dory, van ons dochtertje. Want zij werken samen. Ik kan niet geloven dat ik de volgende show alleen moet doen. Oh, hè? How could she get sick now? Oh, did you two go to the lake again? In this cold? Oh, hebben wij gewoon ruzie gekregen om ons kind? Ik vind dat erg triest. Het trieste is dat ook nog gewoon in het echt gebeurt, weet je. Dory is today's the only chance. Only chance. Oh, if I don't do something, Dory will... Oh. I can't see another way. Why can't I see another way? Oké, okay, dus wij willen onze dochter bevrijden van de greep van onze vrouw. Oftewel de moeder van Dory. Kijk hier. In a storm like this, the circus should be empty. Except for Martha. Nothing could stop her from rehearsing. Nou, ik ben benieuwd. Het circus. Waar is het circus? Everything is so surreal. Ja, maar dit is ook surreal. Dit is niet echt. Ik kan je verzekeren, gozer, dit is niet echt, zeg maar, hè. Dit is allemaal heel erg raar waar jij in bevindt. Dit is een limbo. A big show main entrance. Daar gaan we. We gaan kijken wat hier gebeuren gaat, joh. Ik ben benieuwd of we Martha gaan tegenkomen. Martha hebben we alleen nog maar geblinddoekt gezien. Oh. Er ligt een boom voor. Dit meen je? Looks like the storm hit is pretty bad. Kutzooi. Moeten we nou hier naar binnen? Nou, dit meen je? Oh, wat is dit? What the heck? Restricted area. Is anybody there? Hallo? Waarom ben ik hier helemaal alleen?
Ik wil graag uit de puree worden geholpen, zeg maar. Want dit gaat helemaal fout. Oh, wat een welkomstcomité. Kijk, zo kom ik staan. Dankjewel voor dit prachtige welkomstcomité. Hé, hey, oelala, wat zit jij er leuk bij. Gezellig, joh. Nou, prachtig. Kunnen we doorlopen. Naar de rehearsal van Martha. Oh. Tering, wat een groot circus trouwens. Ik benoemde het al eerder, maar ik ben heel lang geleden voor het laatst in een circus geweest. En dan ook echt heel lang Martha geleden. Still be in here. Oh. What am I doing? This doesn't feel right. Nee. Tonight, Martha, 9 p.m. What the heck? Oh. I need to hurry. Is dat Martha? Wat een heerlijk rustgevend muziekje. Maar moeten wij nou helemaal naar boven toe naar Martha en dan kijk. Nou, we gaan wel naar boven toe. Up here is the Het is wel een unieke setting voor een verhaal. Het verhaal is niet zo uniek, maar de setting is wel erg uniek. Kijk, we zien voor het eerst onze vrouw. Martha. Oh, wat doet ze dat goed. I need something to cut these. Wat? I need something to cut these. Wat gaan wij doen, gast? We gaan met een bolt... Dit is echt het meest domme dat ik ooit in een game heb gezien. We gaan met een boltcutter een touw doorknippen. Wat? Nee, maar even ook wat ik raar vind, is dat we dit nu gaan doorknippen terwijl ze daar bezig is. Stop. Why am I doing this? That's the safety net. No! I won't let you take my child away. Dory? No! Waar zijn we nou weer? Oh, now I remember what I did. What? I murdered Dory. But why? It doesn't make any sense at all. Nee. Oh, Martha. Why would I do this to you? There had to be another way. Ja, wij kampen met zware depressie of zo. Why? Oh, how can I believe this would help you in any way? Oh, I am so sorry. But what now? I need to find a way out of here. Waarom zijn we ook opeens in dit bos? Waarom is het hier zo donker? Is that a flashlight there? Oh my god. What is this? It seems like something has to be put in there. Oh nee. Oh god, what was that? Oh, ik heb hier echt geen zin in. Oh, dit is echt heel naar. Op met mij. Ook dat dit bed van mij gewoon zo ligt, dat vind ik al na. Maar dat daar ook opeens een monster is en dat we nu een bos in moeten hier. Hier word ik niet vrolijk van. Ik vind het verhaal ook erg duister. Wij hebben dus gedacht van, joh, wij vermoorden onze vrouw. En toen we dat hebben gedaan, is eigenlijk onze dochter daarbij ook neergekomen. Omdat die wel gewoon aan het oefenen was en dat hebben wij niet gezien of zo. Wij hebben onze eigen dochter gewoon vermoord. En dat is het verhaal. En daardoor zitten wij nu gewoon in een manie of zo. Of in een depressie. En het gaat niet lekker. Dit gaat echt gewoon de verkeerde kant op. En nu ben ik ook heel bang dat hier opeens iets achter me aankomt. Want dit is een hoereng donker bos. Maar we kunnen ook heel snel rennen. We kunnen heel snel rennen. Oh, dit vind ik echt... Ik word hier niet vrolijk van. Wat moet ik vinden? Wat moet ik zoeken? Kijk hoe snel we kunnen rennen, gast. Maar dit is niet goed. Ligt hier iets? I tried. But I was not cut out for office work. Nee. Oké. Laten we doorrennen. Gewoon doorrennen. Niks aan de hand, niks aan de hand. Hier is iets. Oh, the gas station. I remember. The gas station. Jij hebt iets voor mij. I didn't mind taking over the night shift. What is this? I was fired after 2 weeks when they found me drunk behind the counter. Maybe there's something inside. Oh. Aaron was a nice guy.
I didn't know what to do with myself besides drinking. Yo, hier ligt iets. Car keys. Car keys? Waarom liggen daar sleutels? Oh, nog iets. What is that? Oh, die oor hebben we nodig. To it. What is that? I can't really make it out. Okay, ik hoor... kind of cube? Looks like a... Wat loopt daar? Wat is dat? Yo, wat is dat? No, 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 not again. Komt dat hier in? Komt dat hier naar binnen? Het komt niet naar binnen. Why are these bells everywhere? I'd better be careful. Oh, we mogen niet bij die belletjes in de buurt komen. Oké, we gaan gewoon rennen. Hey, kijk. Ze heeft me niet gezien. Ze heeft me niet gezien. Ze heeft me niet gezien. We hebben een van de orbs gevonden. Als ze maar niet achter me aankomt. Als ze achter me aankomt, dan wordt het echt gewoon een heel naar verhaal. Maar we moeten nu gewoon op zoek naar nog twee van die orbs. We hebben er al één. Waar ik heel erg blij om ben. Kijk, hier rechts is ook iets. Hier is gewoon een, hoe heet het? Hier kunnen we naar binnen. Ja. I somehow feel drawn to it. De tweede orb. A watch. Looks pricey. But it couldn't be mine. But it feels like it belongs to me. I remember I used to smoke a lot. Okay. Het spel wordt wel erg wazig. We vinden allemaal dingetjes die we kunnen oppakken. Maar dit is dus mijn tent geweest of zo. Mijn werkhok. Wij waren dus een van de monteurs of zo die graag werkte of iets. Ik denk dat je daar een beetje aan... Of monteurs, ja. Reparateurs. Ah, is gelijk hier weer, hè. Oh, 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 oh. Nee, je mag mij niet zien. Ziet ze mij nou? Het spel doet echt helemaal raar. Oké, we gaan rennen. We gaan rennen. Niet tegen die belletjes aankomen. Niet tegen die... Dat is niks. Niet tegen die belletjes aankomen, gewoon doorrennen. We hebben twee van die orbs, we moeten er nog één. Ik ben al heel trots op het feit dat ik twee van die orbs heb weten te vinden. Hier, hier is nog... Nee, dit is het gasstation. Hier ben ik net al geweest. Ik heb een rondje gel... Wat hoor ik? Wat hoor ik? Wat hoor ik? Oh, hier rechts. Ik ga gewoon rechts. Gewoon doorgaan. Nee, daar kunnen we niet naartoe. Daar is iets. Oh, dat is die chick. Dat is die chick. Dat is maar... Zit het achter me aan? Zit het achter mij aan? Ik loop tegen een bel op en gelijk is die hele Martha gek. Daar is iets. Daar links is iets. Hier. Hier. Dit zijn de orbs. Oké, we hebben de derde orb nog nodig. Wat is het? Oh. Hey, hier ben ik nog niet geweest. Hier is iets. Oh, dit is de kinderkamer, gast. Oh, verdorie. De kinderkamer. Hier ligt sowieso die laatste orb. Ja! De laatste orb. We did it. I can't make out the name. Oh, en die chick loopt daar. Waar is dat nou? Dog tags. Oh. Wat ligt er nou allemaal? Ik weet ook niet wat hij lult. Hij zegt van dog tags en name en zo. Ik snap er niks van. Maar wat ik wel weet is dat we de laatste orb hebben. Het was even zoeken. Het Zoals ik al zei, het lijkt op een heel eng stuk. En dat is het ook. Helemaal met dat zijrondje. Rondje. Oh jongen, oh jongen, oh jongen. Ik moet die kind... Ik mag de kinderkamer niet meer in. Ik sta vast. Ik sta vast! We gaan rennen. We moeten wel. Ik heb geen keus. Ik heb geen keus. Ik heb geen keus. We moeten nu snel terugkomen op de plek waar het allemaal begon. Dat was hier. Kut, 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 kut. Ze is heel boos. Ze is heel boos. Hier naartoe, hier naartoe. Waar is het beginstuk? We moeten ergens naar beneden rennen. En dan... Hier. Daar. Daar rechts. Ja, hier. De orb. Ja! Ik ga het doen! Ik ben zo goed, ik ben zo'n zieke pro-gamer. Hier, leg er neer. Ja! Ik weet niet wat het heeft gedaan. Wat heeft... Wat de... Dat is een circus. Dat is... Wat is dit? Oh, dat is onze ghost train. Misschien zal dit me uit deze damn nightmare. Wat de heck? Misschien wel. Ik kan ook nu over water... Yo, huh? Oh, ik dacht even dat ik Jezus was, maar... Of wie de fuck ook maar over water kon lopen. Maar wat is dit? Moet ik hier... Oh mijn god, we gaan er ook gelijk in. Oh, I have a bad feeling about this. What the heck? Daar gaan we.
sick, ouwe. Wow. Ah. Oh mijn god. Dit voelt wel echt zo aan als zo'n jaren 60 spookhuis. Wat goed dit, man. Dit is echt gameplay. Ik geniet hier wel van. Ik ben alleen wel benieuwd waar we uitkomen. Oh, kijk! We zijn ook weer helemaal terug bij het circus. Oké, het circus is wel flink toegetakeld door de bliksem, maar goed. Oeh. Oh, dit doet ook zo met je brein, hè. Wow, wat is dat? Yo, wat zijn... Hey. I don't remember this part. Nee, ik ook niet. Wacht, dit hebben we trouwens al eerder gezien, dit stuk. Dit stuk hebben we eerder al gehad in de intro van dit spel. Nu gaat het helemaal weer gek worden. Nu begint onze psychose weer helemaal verkeerd te doen en zo. Of onze... Ja, dit bedoel ik. Hoi, wat is dit nou weer? Waarom lijken dat op mensen van Squid Game? Ik snap het echt niet. Nou, nu wordt het gek. Nu wordt het helemaal gekke werk. Nu wordt het een soort van achtbaan of zo. Wat? MRI-scans? Het is wel een beetje van, je krijgt van alles wat mee en verzin zelf maar een verhaal erbij. Dat is wel echt wat ik voor vibe krijg. Dat zijn wij. This is God. Ja, dat zeg ik. Zie, dat zijn wij. Dat valt zeker zij naar beneden of zo, of niet? Nee. Oh, we hebben zelfs haar ten huwelijk gevraagd, gast, dat ben ik. Maar hoe is het dan zo fout gegaan? I'm so sorry. Heeft Dory onze relatie verpest? Dat klinkt heel zielig. Maar soms kan het gewoon misgaan wanneer je een kind krijgt. Kijk. Ik val gewoon over. Of omver. Oh. Ajo. Wat? Oh, dan krijgen we een showtje of zo. Oh. Het zijn een Martha en een Dory die een optrek. Oh god, no. What the heck? Dit is echt een bizar spel, ouwe. What the heck? Kijk wat hier gebeurt. Gast, ik snap er niks van. Oh. No, dat is... Oh, wat naar. Dat is Mart. Oh, ik bedoel Dory. Oh, ik word echt gebrainwashed met dit stuk. En we zijn weer in ons bed. Dit is echt raar. Ik heb hier geen woorden meer voor. Ik vind het een zeer, zeer bizar spel. Wat de heck. Oké, we zijn hier. Voor... Back in our house. Ja, zie, we zijn terug in ons huis. Finally awake. We zijn uiteindelijk weer wakker geworden. Yo, wat de heck. Goed. Het is dus zo dat we steeds in een hele gekke waan zitten. Onze kamer is echt een... gigantische rotzooi. Hoe dat is gebeurd, weet ik ook niet. Maar wat er dus is gebeurd, is dat... Nee, maar we zijn dus zeg maar in ons huis weer terechtgekomen. Wat er nu aan de hand is, weet ik niet. We hebben allemaal... Oh mijn god, moet ik hier naartoe? It just leads nowhere. Wat? Waarom gaat er een alarm af? Ik vind het niet leuk. Maar wij zien onze vrouw als een soort van demon die ervoor heeft gezorgd dat onze dochter is omgekomen. Of dat onze dochter... Wat de heck is... Everything's falling apart.
We worden helemaal gek. We worden helemaal gek. Maar wat ik wilde zeggen is dat wij dus onze vrouw niet mogen. Die vrouw is heel dominant van ons. En die heeft onze dochter, zeg maar, geforceerd acrobatiek laten doen. Daar waren wij het niet mee eens. En toen hebben wij een touw doorgeknipt. En zijn ze beide naar beneden gevallen en omgekomen. En wij hebben waarschijnlijk ook een schuldgevoel daarbij gekregen. Wat heel erg logisch is. Wat gebeurt hier, ouwe? Ik snap er echt de ballen van. Oh mijn god. What the heck? En we werken dus in een circus, ja. Oh nee. Is that a camera? Why are there cameras in our house? Er hangt een camera. Who's watching? Oh mijn god. Me? Hou op, ik schrik de hele tijd. Is niet leuk. Nee, maar wat we dus ook hebben is dat we nu... Ja. Is everything a stage? Who built this? And why? Oh nee, we hebben weer die waar. Oh, not you too, Zoan. Hij gaat helemaal wild. Hij gaat helemaal wild. Het zijn nu inderdaad opeens allemaal props. Ik moet een beetje weer in het verhaal komen, maar het verhaal is dus ja, wat ik net heb geprobeerd te vertellen. En wij zitten dus in een wereld met allemaal nachtmerries. Dit is het circus waarbij wij werken. Dus ja, gaat helemaal goed komen. We gaan dit gewoon overleven. Het is een beetje een... Ja, hier. Dit is inderdaad het circus. Dit is inderdaad het circus alleen als een soort van maquette. Of in ieder geval een soort van stage. Oh mijn god, wat gebeurt hier? Een knop? Druk nooit op de rode knop, zeggen ze. Maar boeien, weet je? Oh! Martha en Dory. Who would do something like this? Oh mijn god. Wat is dit voor martelplek? Dit is heel naar. Oh, daar vallen ze weer. Dat is dus zeg maar wat is gebeurd. Martha en Dory zijn tijdens het oefenen gevallen. En wij hadden het net kapot geknipt. En toen zijn ze doodgevallen van een hoogte. Wat erg zielig is. Wat echt heel erg zielig. Wat is dit? Hè? Waarom hangen hier overal camera's? Zitten wij in een of andere testfaciliteit? I don't know what's going on. I just want to get out of here. Okay, ik heb ook geen idee wat hier gebeurt. Jongens, ik ben een beetje van apropos. Ik heb geen idee wat hier gebeurt. Hallo? Het begint nu echt op heel veel gekke games te lijken. Ik moet ook een beetje denken aan Stanley the Parable. Kijk dan! Allemaal dossiers, oude tv. Oh, ik denk niet dat we hier nog echt... Hey, 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 hey! Wat? Ik snap er echt niks van. Oh, what? Oh my. Yo, what? Where the hell am I? Another nightmare? What the fuck? Oh, nu zijn we hier weer. Dit was een puzzelkamer van toen we dit eerst speelden. Heeft hij trouwens iets dat we kunnen pakken? Nee. We moeten maar gewoon door. Er wordt met ons brein gefuckt, gast. Even the train. What the heck? Dit is trouwens die trein waar we in zaten. We lopen gewoon door. En we hebben nu hier een keuze waar we langs kunnen. Brick. Brick. This house. This falls. Oh no. Did I do this? What the heck? Oké. Laten we hier gewoon naartoe gaan. Het spel heeft volgens mij... The house. Oh. Het spel, wat ik wilde zeggen, heeft... Ik snap er echt niks van. Maar het spel heeft meerdere eindes. Let this be a way out. Wat? Oké. We hebben een breakout. Het spel heeft meerdere eindes. En waar we ons nu in bevinden, weet ik niet. Als dit namelijk echt is, is het echt de meest zieke testfaciliteit die ik ooit heb gezien. Ik ga er niet vanuit dat dit echt is, maar als dit echt is, dan lijkt het een beetje ook op Outlast, die trials en zo, in een of andere grote loods gewoon een proefopstelling maken voor een man die... Ja, hier. This place is huge. What the heck? How the fuck did I get here? Wat is dit? Wat? 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 Dit spel heeft echt een hele rare plotwending. Why is there a computer setup here? Tickets? What are these for? Tickets? Wat vind ik nou weer? Kijk dit dan. Subject 7. Is that supposed to be me? What are they doing here?
What was I doing here? Maybe this opened the door. Facility door open. Ik heb een deur geopend. This is insane. Yo, wat gebeurt er allemaal? Oké, dit spel is opeens heel mysterieus geworden. Laten we eens kijken wat hier is. Er ligt hier wel bloed. Huh? What are you doing out here? Put that down. What? Oh, what is going on with my head? Oké, dit is niet goed. Yo, pizza! Groceries delivered? Oh, alleen maar pizza. Oh, en eten. Is dat voor mij allemaal geweest of zo? What the heck? Laten we doorlopen. Er is hier wel dus iemand neergeschoten. Ik weet niet wat dat mag inhouden, maar goed. Dan gaan we het deurtje openen. Looks like a workshop. What the heck? Another prop. Oh mijn god, dit is zo'n puzzel die we moesten oplossen. En een laptop. Hoe zijn wij hier terechtgekomen? Dat is nu wel de vraag die ik heb. Wat ligt hier? Zwaard en een briefje. House 2, bedroom. Make sure to replace smashed bottles. Use the fake medicine packaging. The only real medicine should be in his painkillers. Remember to hide the key in the music box. And use the master key to lock the door after. Hide the figurine somewhere obvious. We just want interactions, not a treasure hunt. Postcard props are only to be used after a fresh cycle. Hé? Dit is zo raar. Dit is echt heel raar. Zat hier nog wat in? Ja, allemaal props. Kijk dit dan. Allemaal props zit hierin, gast. Wie zou deze testen uitvoeren? Waarom? Misschien is alles wat ik heb gedacht en heb meegemaakt niet eens echt geweest. Misschien leeft onze vrouw nog wel. Misschien heeft onze vrouw ons gewoon gedrogeerd en afgestaan aan zulke menselijke proeven. Dat zou ook kunnen. Norn? Huh? Yo, dit is zo'n zieke plotwending. Dit is echt insane. Ik vind het wel echt heel gaaf gemaakt. Ik begrijp het de ballen van, maar dit is wel echt ziek. Kan ik hier nog wat vinden? We gaan door, we gaan door. Ik weet het namelijk echt... Oh. That has to be an exit. Een exit. Kunnen we hier dan ook gewoon doorheen? Oh, natuurlijk niet. There has to be another way. Natuurlijk kunnen we daar niet naar. What the hell do I do now? Eens kijken waar we zijn. Oh, this headache is killing me. An office. How many people work here? What the heck? And where are they? There are other exits. How do I get there? Norn Research Facility, lower level. Skull monitoring. Huh? We zijn hier. Moeten we hier naartoe? We moeten die kant op. Waarom is hij... What the fuck? I think he's dead. Er is hier iets goed mis. Who was he? Hallo? Er heeft hier iemand mensen neergeschoten. Locked. Maybe I can unlock it from another computer. Oké, er zijn allemaal deurtjes op slot. Allemaal deurtjes op slot. Ik heb een sleutel nodig. Die gast heeft geen sleutel van mij. Ligt hier een sleutel? Zo. Oké. Staat er nog wat anders hierop? This facility is currently under lockdown. Please stay calm and continue your work as normal. As soon as the emergency is resolved, the lockdown will be lifted. For more information, feel free to speak to your supervisor. En een rekenmachine. We hebben de deur opengezet. Dat is belangrijk. Welke deur is dat trouwens? Oh, deze. De URD. Maar er ligt hier ook zo knijter veel bloed. Oh, dit gaat... Wow, what the heck is hier gebeurd, ouwe? Ik vind het echt heel naar, gast. What are they doing here? Ik vind dit echt heel naar. Wat gebeurt hier? Who did this? Hey, who's this guy? Oh shit, he has a gun! Hé? Er worden hier gewoon mensen gewoon vermoord, gast. A scouting report. Scouting for what? Or whom? Wait. Subject 7 was also on the screen in front of my house. But it says Liam Kennelly. That's not my name. Liam. What the fuck is going on here? An abusive relationship with his parents forced him to sever connections early. He joined the army very early, but records show him leaving after a few months, citing a dependency discharge. He returned home to care for his dying father, who passed away 3 years later. Since then, he moved again and has been unable to find stable work. He is holding himself afloat with various small jobs.
Wat? De Memory Replacement Experiment? Volgens mij zijn wij dus onderdeel van een experiment waarbij ze het geheugen van mensen willen overplaatsen naar een ander lichaam. Wat? Hier heb je er nog een. Een scouting van Alicia. En hier nog een. Clint. En Subject 07. Dat is dus die Liam. Oké, dit is gekke shit. Moet ik trouwens hier de deur open doen? Dat bedenk ik me nu. Ja, kijk. Oké, we hebben twee deuren open gedaan. Dat is belangrijk. Nou, we hebben de deuren open gegooid. Het is nu erg... Wat is dit ook? Café. Er zijn gewoon mensen zijn hier... Zie, new subject for house 12. Ze hebben gewoon mensen gestalkt. Er zijn gewoon mensen gestalkt voor dit. What the fuck? Ligt hier nog voor de rest iets? Nee, we gaan terug. We hebben de deur opengezet. Kijken of we nu verder kunnen. We hebben deze deur open. Oh mijn god, er liggen hier nog meer. Waarom is iedereen hier vermoord? Waarom is iedereen hier zo heftig neergeknald? Wie heeft dat gedaan? Is er iemand achter dit experiment gekomen? Dat moet wel. Dat zou de enige verklaring kunnen zijn dat al die mensen neergeknald, weet je. Dit experiment heeft iets gedaan wat wat naar buiten kwam. En toen dacht iemand van, yo, dit kan niet langer. Ik knal iedereen neer of zo. Dit is ook gekke server room, gast. Maar hier hebben we dan nog meer. Kijk. There are others. Huh? Deceased. Oh, that doesn't look good for him. En dit ben ik. Ik ben Subject 7. We hebben wel een steady hartslag van 89. Och, en nog meer, wat nog meer. Ja, iedereen is gewoon dood. En dit is dan... Is again. Subject 7. Liam Kennelly. Cycle 87? Ik denk dat wij helemaal niet degene zijn waarvan wij denken dat we dat zijn. Subject seems to remember arguments with Martha. See? Subject noticed the mess in the bedroom. Subject's resident shift slowly refill our intended room setup. Oké. 2003 en het is nu 2017. We zitten hier al 14 jaar lang vast. Ik had niet verwacht dat dit spel zo'n wending zou krijgen. Wat is Subject 8 dan? Hier, 2004. Subject calmed down with some normal behavior. Dus dat ging niet helemaal lekker. En subject 14. Subject shows retained resonance and agitation. Heart rate has increased. The cause is currently unknown. She is whispering to herself and begins agitated. She keeps touching the scar on her leg, possibly. Oh, kijk, deze is gewoon na 14 van die cycles gewoon gedood. Laten we in ieder geval de deuren openen. Open en open. Oké. Lag jij hier net ook? Ja, lag je net ook. Ik schrok even. Goed, we hebben de deuren weer verder open. We moeten hier snel weg. Wij zijn gehersenspoeld. Wij zijn gewoon heel erg naar als een proefkonijn in zo'n iets gegooid. En daarbij... Kijk dit dan! Oh, dit zijn allemaal huizen die ontworpen worden. Wait in secret. Kijk dit! Hele plannen worden opgesteld om gewoon ervoor te zorgen dat iemand anders opeens in dat hoofd terecht kan komen. Daar lijkt het op. The circus. Zie! Death in the circus. Death in the circus. Dus dat is dat verhaal van Martha en mijn dochter. Maar dat is dus helemaal niet mijn dochter en mijn vrouw. Dat denken wij. Leave war behind. Zie, dit is iemand die dus een oorlogsverhaal achter zich wil laten. En dit? Dit is The Dark at Sea. Van Subject 41. Oh mijn god. En heb je hier zeker... Ja, zie? Heb je hier allemaal afbeeldingen die erbij horen? Wat staat er dan bij dat circus? Eens kijken. Zie? Nelson Bros. Story arc. Dit is gekke shit, ouwe. Ik vind het echt een ziek spel. Goed, we gaan wel gewoon die andere PC hier vinden. Want dit is... Hier ligt er weer een. How many people died in ja, here? Waarom is iedereen hier gedood, gast? En nog een papiertje. Immersion factor. Our studies have shown that physical stimulants and supplement or medication helps with imprinted memories, especially in cases where the subject first repressed as part of the imprinted memories. Going forward, we are constructing our houses to include stage work easily tailored to the specific memories. This, along with the change to our medication, should increase visual hallucinations for the subjects. Fake props and cutouts should be enough visual stimulants for most subjects. Special rooms will be constructed when the need arises, but this should only be needed for special cases.
We expect a dramatic increase in the stability and longevity of our imprinted memories. Wat? Gek, ouwe. Ik moet echt dit even verwerken. En hier ligt nog iets. They even drew her? Een sketch van Dory? Dit was onze dochter. Dit is gewoon net... Wat? Eens kijken wat we hier nog op de PC hebben. Fabricated memories. Kijk, dit is weer... Everything is staged? Dit is 2001. Dit is gewoon... Martha and Dory aren't real? Dit is 16 jaar geleden. They can just put all these fake memories into my head? See, traumatic family killing. I can't believe this. Oh, what is going on with my head? Het verhaal dat ik dus heb ervaren in dat circus... En met dat die mensen dood neervallen, mijn familie, dacht ik, is allemaal nep. Is allemaal nep. Dit is allemaal nep. Hoe dan? Hoe is dit allemaal nep? Kun jij me dat vertellen? Nee, dat kan hij niet. We moeten maar ontsnappen. We gaan hier ontsnappen. Ik hoop niet dat hier nog iemand met dat wapen staat, weet je, die hier iedereen heeft neergeknald. En dat we dit gewoon daadwerkelijk kunnen overleven. Want hier is de restricted area met een exitje. Kijk, kijk, kijk. Dit gaat helemaal goed komen. Oh nee. Hier ligt trouwens een magazijn. Dat is wel echt een ziek detail trouwens. Waar ben ik? Ik dacht dat dit gewoon de exit ging zijn, maar... Yo, what up? Hallo, besties? I've seen these before, I think. Dit zijn allemaal van die isolatiekamers. Wat? Oh, my head. Oh. Dit had ik niet moeten doen. Ik had zeker door moeten lopen daar. Nu ben ik dood gegaan of zo. Nee, wat de heck? Waar ben ik nou? Kennedy, your rent is late again. You don't pay up till the end of the week. You better have your things already packed up. Last chance. Yeah. I'm trying. Liam, wij zijn dus Liam. Wij zijn dus nooit Walter geweest. Kijk. Well, wouldn't have worked out anyway. Liam, I'm sorry, you're a nice guy. I just can't with you living like this. I thought this would somehow work out, but I was wrong. If you want to let other people in your life, you need to change something. But I think you know that. Please don't call or show up there here, Sarah. Wat hebben we nog meer dan? Een lichtknop. Can you find us? $1,000 for every participant. Well, I'm still not sure if this is some kind of joke, but man, the money would be nice. Dit is een soort van Squid Game. Dit is een soort van Squid Game geweest. Wij hebben dus zo'n pakketje gekregen. I found this yesterday in front of my door. Wat voor mijn deur stond. Ze richtten zich op mensen die... I forgot to finish this. Oh, mag ik die niet finishen? It'll have to wait. Okay, dat is jammer. A battery. Maybe it's not empty. Okay, we hebben een batterij gevonden. Nee, maar het verhaal is dus dat wij... I'm not sure how long I'll stay here. Dat wij heel erg krap bij kas waren en dat wij zijn... Gadverdamme, dat is toch niet meer goed, die eieren. Maar dat wij dus zeg maar zijn... één pizza. It's disgusting, but I like cold pizza. Goede pizza, goede koude pizza kan lekker zijn, maar... Looks like some kind of puzzle box. Shouldn't be too hard for me. I can see a piece of paper. Something flat needs to be inserted here. There's a strange key hidden in there. Kijk even. Well, that sounded like something happened. Kijk even, dit is een puzzelgast. Some kind of symbol in the middle. Hè? Gekke puzzel, ouwe. Kijk dan. First, I need to put in some batteries. Okay, ik heb er een batterij en ik moet nog een tweede batterij vinden. Heb jij een batterij voor mij? I could pawn it off. But it's the last thing I have left of him. Van wie is dit dan? Van Arthur Henley? Is dat misschien zijn vader geweest? Ik denk dat zijn vader is geweest. Ik zit hier echt even te ontcijferen wat hier allemaal gebeurt. Ik moet het allemaal nog even een beetje verwerken. We hebben dus nog een batterij nodig. Dat moet ik ook even bedenken. Waar ligt hier nog ergens een batterij? Hier misschien? Ergens op mijn bed? Waarom heb ik trouwens
2 Rubik's Cubes, wat de heck. Oh! Oh, Doc Dex! I wonder what life would have been like if I had stayed in the army. Oh mijn god. Probably better than living like this. We hebben ook nog in het leger gezeten. Wauw. Ligt hier nog iets? Ja! Another battery. Een tweede batterij, nice. Nu kunnen we die hierin knallen. Wat fijn dat we gewoon random batterijen hebben liggen. Laten we de tweede batterij erin doen. Hartstikke idee. Doen we die aan? Doen we die dicht? En dan kunnen we zeker hierop. Oh, wacht. En dan kunnen we hier zo'n schuif in doen. Kijk. En dan doet dit iets. Op het plafond? Nee, niks. Wat is dan de bedoeling? Daarna kijken? Oh, we hebben alleen die tweede schijf nog nodig. Hoe pakken we de tweede schijf? Kan ik hier ook wat mee doen? Wat doet dit? Doet dit iets? Well, that sounded like something happened. Oh! Oh, 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 oh! Translucent disc. Waar doen die op nummer 1? Ja, 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 ja. Oké, okay, kijk, die gaat daarin. Ja! En nu zien we hier, zien we 2-0 staan. Dus 2 komt bij die te staan. Hier staat 4-vierkantje. Of ja, 4-vierkantje. Dus die komt daar. Kijk, 3 is een rondje. Oh, easy. 1 is een driehoekje. Die staat al goed. Deze weet ik niet, maar die komt op een driehoekje te staan. Oké, okay, en 5 is dat teken. Ja! Yo, ik ben zo'n zieke pro-gamer. Kijk, en die gaat bovenin hier. En dan moeten we hier nog even aan draaien. En dan krijgen we zeker dat logo van dit bedrijf. Ik denk dat dat is wat hier gebeurt, of niet? Oh, ja! Something came out of the cube. Oh, kijk. We did it. We did it, fam. We hebben iets gekregen. Must be a hint. Penrose Street. Wait, that's right around the corner. Should be easy to find. Oh, mijn god. En met deze uitnodiging zijn wij dus naar dat bedrijf vertrokken. En dachten wij $1000 te verdienen. Wij dachten duizend... I'll go look for another hint. What am I even doing? Ja, ja, echt waar. Dit is echt heel naar. Dit is wel heel slim. Om als bedrijf zijnde op van die arme mensen... Oh, kijk. En dit is ook waarom we dat in die verbeeldingen hadden. Want daar komen we vandaan. We hebben in verbeeldingen hebben wij gehad dat wij in deze straat liepen. Ik herken het nu. Maybe one day. But it's out of my league right now. Ja, inderdaad. Tering duur, gast. Maar nu lopen we zeker naar dat kruispunt toe, of naar die hoek. En worden we daar zeker opeens meegenomen en... Just look for another job. What am I even doing? Ja, inderdaad. It's probably some kind of scam, right? Ja, dat heb je goed gezegd. Dit is inderdaad een scam. Is dit het hier trouwens? We lopen wel gewoon. Ik heb geen idee. Maybe we gaan wel kijken. Something in that back alley. Hallo, back alley. Kan iemand mij helpen? Joehoe. Hier, kijk. Er staat hier ook gewoon niemand, gast. Er is hier gewoon helemaal niemand. Oh, is that a phone ringing? Oh. That must be it. Oh. En nu worden we zeker meegenomen. A phone booth? That's new. What now, Liam? What? Oh, kijk. Daar staat een 1 bij. Daar staat een 2 bij. Daar staat een 7 bij. Oh mijn god, we moeten dit bellen. Ik snap hem al. Dat teken is een... Ah! Oh mijn god, ik schrik... Ik schrik van die paspop. In ieder geval, de 7. Dit teken is een 7. Dat kroontje is een 1. En het maantje is een... 8. Dus 7-1-8. 7-1-8. 8. Easy. Okay. Oh. This is slowly getting interesting. Ja, maar ik zou dit alsnog niet geloven. En dat is die lift. Dat is die lift. Nice base. Sounds like my kind of nightclub. We worden hier flink in de... Ja, nee, dat is niet goed. Wel een lekker muziekje, man. Yeah. Kijk. URD. Is dat dan die nachtclub of zo? Ik vind het wel leuk dat ze ons nog laten zien hoe wij hier terecht zijn gekomen. Wat is dit voor... Are these all prison cells? Ja, wat de heck? Wat is dit? Wat is het voor... What? Dit is... Ik zou nu gewoon echt omdraaien. Ik vind dit heel naar. Eeuw. Hey, is dat Michael Jackson? Nee, maar even, wat is dit?
Waarom hebben jullie ook allemaal zo'n oog erop staan? Find. Ja, en hier ga ik $1000 voor verdienen. Dat is erg triest. Ik hoef er helemaal geen $1000 meer voor. Kan ik niet gewoon weggaan? Ik wil geen menselijk proefkonijn worden. Hallo. Zelfs de DJ is nep. Wat een ballentent is dit, gast. Eens kijken wat we hier dan hebben. Where are you going? Dat weet ik niet. Richting de mannenwc, want dat is waar we moeten zijn blijkbaar. Kijk, hier is iets. Oh, dat doe ik mijn ticket in. En dan zijn we opeens... 1, 2... Whoa, what is this place? What? Please enter chamber 3. En dat is waar we net ook waren. What is this? More puzzles? Dat is waar we net ook waren. Kijk. 00, een kaartje. Just one last one test. One last test. Okay. Start the timer. Wat? Oh mijn god, krijgen we nu allemaal van die micro... We krijgen allemaal microgolf of zo. We worden hier... Ja, zie? What the fuck is this? We worden hier al gewoon getest of we überhaupt een goed subject zijn. En zo zijn we daar terecht gekomen. We kregen een flashback. This can't be real. My name really is Liam Kelly. Wat? That was my life. Dat was mijn leven. Dory, Martha, you're not real. Dit is echt de meest gekke plotwending die ik ooit heb gehad. Dit is wel echt een ziek uniek horrorspel en I like it. Het is echt heel gaaf. Moet ik hier trouwens nog wat doen? Of kan ik hier niet verder? Nee, waar moet ik dan naartoe? Hier is ook een... Oh mijn god! What the fuck? Okay, nou die leeft ook niet meer. Mag ik hier niet door? We moeten daar naartoe. Dat is de uitgang. Hoe ga ik dit overleven? We zijn een soort van in een ontsnappingsmodus. We zijn nog een beetje ook in zo'n waas waarvan wij denken van... Hé, dit is echt, maar het is eigenlijk niet echt. Kijk dan joh, dit is opeens een goos... Just another puzzle. Een puzzelsfeer, dankjewel. Gaan we hier dan een uitgang krijgen? Hoe is het ook gewoon allemaal onder de grond? Kijk ook al deze MRI-scans. I'll get to the bottom of this. Wat de heck, gast? We gaan inderdaad hier... We gaan inderdaad onderzoek naar doen. Power failure. We moeten zeker deze stroom aan gaan zetten. I should try to turn the power on. Oh. Kijk ouwe, hoe groot is dit? Hoe ga ik hier de stroom aanzetten? Is dat hier ergens misschien? Ik ga nu ook gewoon als een... Almost exactly like the cube I received. Oh, prototype cube. Ik ben nu ook gewoon aan het rondlopen trouwens. Ja, ik heb er geen idee, maar we zijn gewoon een beetje blind aan het rondlopen. In de hoop dat we ergens de stroom aan kunnen zetten. Dat zou wel nice zijn, weet je. Dat is ook wat de bedoeling is. Ik moet ook een beetje nog wennen aan het feit dat we geen Walter heten, maar Liam. I should try to turn the power on. Hoe is dit opeens gebeurd? Ik vind het echt... Wat? Ik probeer het allemaal te begrijpen en het is in grote lijnen ook echt nog wel te volgen. Maar in kleine lijnen is het echt een diepgaand verhaal. That must be a generator. Oh, kijk. Oh, but it's not working. Er mist eentje. One of these things is broken. Ja, maar... We just need to find a replacement. Nou, dat gaat waarschijnlijk hier ergens liggen of waar? Waar gaat zo'n replacement liggen? Werken deze niet? Wat een kutsysteem. We moeten dan even zo'n accu vinden. Ik denk dat dan aan de andere kant misschien zo'n accu ligt waar ik net liep. In dit kamertje. Kijken of hier zo'n accu ligt. Ergens. Op zo'n plank of zo. Oh! This one seems broken. Oh! Hey! Kijk, ik zei het! Deze doet het! Ja hoor, this one looks good. Inderdaad, mooie accu. Deze gaan we gebruiken. Ik wist dat ik daar eentje moest vinden. Nou, gaan we die daarin plaatsen, hebben we de stroom gefixt en kunnen we verder. Kunnen we nog kijken wat hier... verder gaande is in dit gigantisch grote, ja, ding. Wat is het? Onderzoekscentrum. Oh, perfect. Ik weet niet of dit een... Ik weet niet of ik dit een hele goede keuze vind van mezelf, maar het helpt wel een boel. Want nu kunnen we hier ook gewoon even op deze PC kijken. Zie. Bam. Ja, reboot die meuk maar. Doe maar gewoon. What the heck?
I used this machine before? What the hell did I do? Oh, there's an exit over there. What? Why would I touch that again? I just need to get out of here. Wat is dit? I just need to get out of here. Oké, we willen nu gewoon ontsnappen. Man wil nu gewoon ontsnappen, het boeit hem niks meer. Waarom ben ik bang dat ik hier zo meteen word ingeschoven? Feels sinister. Wat is dit ook? Is this where they mess with my head? Wat is dit? Holy damn. Dit is niet gezond. Maar we kunnen ontsnappen. En dat is hier. Locked. It looks like I need an ID card to get out of here. Een ID card, ja hoor. Amo hula zeg. Ga ik dat misschien hier nog ergens dan vinden met een beetje geluk bij zo'n pc'tje? ID card, please. Is dat één? Senator Baker makes miraculous recovery. Was this us? Ik zoek een kaart. Hier death misschien. Of last subjects. Subjects 2 and 3. Brain hemorrhage. Oh mijn god. Old memories resurfacing. Severe headaches. Inflamed brain tissue. Nee, dat is dat. Memory imprinting. Dit is ook wat wij hebben. Resetting imprinted memories. Blocking the original memories again. Countermeasures. Initiate the next cycle. Further research required. Dr. Ian Keller. Wacht. Wij komen nu uit deze. Ja, zie. Does this mean I have to use this machine to fix myself? What? I don't have time for further research. I just have to try it. What? An ID card from one of the researchers. Oh my god. Oh, this could be my ticket out of here. Het is Ian. Het is Ian. Mag ik die kaart pakken? Oh, my head. See? Focus. Wij krijgen dus nu een soort van keuze opgelegd. Of we ontsnappen, of wij geloven... Hé, hier is iets. Mail? Automated lockdown. Zie, dat is dus... Oh, dat is gewoon al 11 dagen geleden. Oké, okay. The final step. I hope this mail finds you well. I have excellent news for the project. I did a meeting with someone very happy in the government. In the government? I can't disclose her identity, but they express a special interest for a certain application of a project. With the support, we would secure all the funding we would ever need. They may also be able to introduce me to a military contact. Oh my god. See, trials outside the facility. A subject had already been pursued and detailed documentation on its way to you. What the heck? Dr. Gal, thank you for this email. We'll take care of it. Oh my god. We hebben dus ook een succes gehad. Dit is echt een bizar verhaal. Maar wat gaan we doen? Gaan we ontsnappen? Of gaan we die ik ga gewoon naar die machine. Eens kijken of we hier wat met die kaart kunnen doen. Oh, locked. I need the password. Oh, we hebben een code. Huh? Daar gaat iets fout. Wat? Een disk drive. Maar hoe ga ik een code pakken? Hoe pak ik een code? Oh, hier kan ik iets. Wat? Why would I do this again? Just to trick myself into thinking I have a family? Moet ik mijn... Huh? Memory disk 1? De-imprinting disk? Oh! De-imprinting. Oh, this might be what I need. Die hebben we nodig, de de-imprinting disk. I know what I'm doing. Voor mij gaan wij... Dat klinkt niet goed. Voor mij gaan wij hiermee ons brein, zeg maar, resetten. Of zo. Met een de-imprinting disk. Het klinkt wel heel naar allemaal, en dat is het ook. Maar dat is voor mij wel een beetje wat hier gebeurt. Alleen, het enige wat we nog nodig hebben is een code om hierin te komen. Password Verdandy? Verdandy? Is dat het serieus? What am I doing here? Wat? Liam Kennedy? Dat ben ik. Set a procedure. What now? Eh? I think I need to set up these modules. Hoe ga ik dit doen? NVS. Wat is module 2 nou weer dan? Is hier iets in deze gekke... Ja. Kijk. Module rack 1. Hier kunnen we wel wat mee. Hoe doe ik dit? Oh mijn fucking god, wat? I'm not sure I know what to do here. Oké, we moeten deze gewoon gelijk trekken, denk ik. Ja, zie? Oh god, this is bad. En dan deze.
Oké, dit is een hele gekke puzzel. Wat de heck? Ik ben echt helemaal aan het kijken wat ik aan het doen ben. Het is allemaal heel raar. We hebben wel echt gigantisch veel koppijn op dit moment. Maar we zijn gewoon het puzzeltjes aan het oplossen. Wat is dit? Oh, dit is een puzzel waarbij we de juist omhoog moeten trekken om precies de helft te komen. Dit kan ik. Ja hoor! Oh, I really think I need to hurry. Oh mijn god, we moeten dit heel snel gaan oplossen. Ik hoop niet dat ik dood ga. Nu moeten we deze doen. What the fuck? Oké. Dit is niet heel moeilijk. Dit kan zelfs een kind, gast. Dit kan zelfs een kind, deze puzzeltjes. Bam! Oh, please let this fucking work. Ik hoop dat dit gaat werken. Was dit voldoende? Is er nog iets anders dat we moeten doen? Volgens mij niet. Op goed geluk. We hebben wat puzzeltjes gedaan. We gaan daar nu in zitten, denk ik. Of de procedure starten. Voor mij is dat wat er nu gaat gebeuren, toch? Procedure gestart of zo? Ja, kijk. Ready. Start process. So, this will leave only my original memory intact. I guess I've got nothing left to lose. Nee, inderdaad. We gaan kijken of dit gaat helpen. Oh my god. Het klinkt niet eens gezond. Dit klinkt echt niet goed, ouwe. Nou ja, op goed geluk. Daar gaan we. Wat de heck, gast? Wow, wat? Dit is heel raar. Oh mijn god. Ik krijg hier ook een soort van... dark vibes van. Kijk dit. Huh? Het is mislukt. Het is nog niet mislukt. Of is het wel gelukt? Alles valt... Het is volgens mij wel gelukt. I'm so sorry, Martha and Dory. You may not be real, but I am. Oh, I'm not sure why. But I want my own life back. Kijk dan, alles stort gewoon in. Oh, dat is heel fel. Oh. Heeft het geholpen? Het is wel opeens heel donker. Joehoe, hallo, hallo. Wat gebeurt er? Oh, it feels weird. I know I just removed the fake memories, but I can't remember anything about them. Nou, dat is een goed teken, toch? Oh, I still killed all these people. Ja. Daar gaan we. Ik hoop dat dit voldoende is. Dat we nu gewoon kunnen ontsnappen uit deze nooduitgang. Oh, het is gewoon een trap omhoog. Het is gewoon een trap omhoog! Oh, damn! Gaan we daadwerkelijk gewoon een uitgang krijgen? Gaan we daadwerkelijk gewoon een goed einde meemaken? Heb ik gewoon een keer goede keuzes gemaakt om gewoon een goed einde te krijgen? Kijk, de alheilige nooduitgang is dit volgens mij, joh. Ik heb nog nooit zo'n groen bordje gezien voor een nooduitgang. Maar dat mag ook wel, want ik ben... Dat bedoel ik. Let me just get out of here and hope they leave me the fuck alone. Ja, dat hoop probably ik ook. Too much to ask. But I won't make it easy for them again. Nee. Ik heb nu wel een vraag. Waarom was iedereen daar beneden neergeschoten? Dit was het! What? Damn. Heb ik iedereen neergeschoten daar? Is dat het verhaal? Dat we dat zelf ook niet konden herinneren? Dat we waren ontsnapt? Dat zou ook kunnen, ik weet het niet. Maar we hebben het spel uitgespeeld. Holy, dit was echt een heel, heel erg interessant horrorspel. Zieke plotwending die ik niet had zien aankomen. En we hebben het gewoon uitgespeeld. What the f***? Mocht je dit op YouTube hebben gezien en mocht ik dit hebben geüpload, bedankt voor het kijken. En druk op het duimpje omhoog en ja. Doei!